So. Ik verzoek de gevierde getuigen binnen te leiden. Donderdag mag je sidekick zijn. Vrijdagochtend. Vrijdagochtend krijgt de ander nog een anker en een sidekick. Ik krijg drie ankers van Farshad en ik krijg nog een sidekick. Ja, dan komt Maria weer om af te bouwen. Maria en Roland. Goedemorgen. 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 Dat is een beetje hoog. Zo, goedemorgen iedereen en allemaal. We beginnen iets later dan gepland, maar de combinatie file en regen en auto's, dat is niet zo'n gunstige. Maar ik open deze vergadering. Aan de orde is het openbaar verhoor van de heer Wilders, Erik Wilders. Goedemorgen meneer Wilders en welkom namens onze parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. Wij onderzoeken nog steeds opzet en werking van het hele stelsel. En dus komen we ook incidenten tegen, maar door dat onderzoek willen wij te weten komen wat er nou allemaal gebeurde en vooral hoe dat kon gebeuren en wie de verantwoordelijken zijn. En vandaag concentreren wij ons op deze voorlaatste dag van onze verhoren op een blik vooruit ook. En daarom kijken we naar het Waarborg Fonds Sociale Woningbouw en straks ook naar het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting. We kijken hoe deze instanties naar de toekomst kijken. En deels kijken we ook nog even terug naar wat er in het verleden natuurlijk gebeurde. Dus in dat verband, meneer Wilders, bent u zelf opgeroepen als getuige. U koos ervoor om in dit verhoor wat onder ede plaatsvindt de belofte te doen. Dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Als u even wilt gaan staan en mij nazegt. Dat beloof ik. Dat beloof ik. Dank u wel, u staat onder ede. Neemt u plaats. Ik zit klaar, ja. Dank u wel. Ja, zo goed. De microfoon kan aanblijven, hij staat aan. Meneer Roeler staat u bij. Uiteraard u niet zelf antwoord te geven op de vragen van de commissie. Dan gaan we beginnen met het openbaar verhoor, meneer Wilders. U was tot september 2013 directeur van het agentschap van het ministerie van Financiën. Zeg maar de treasurer van de Nederlandse staat, de kasbeheerder. En als directeur van het agentschap bent u ook betrokken geraakt bij de Vestia-crisis. Toen de rente daalde en Vestia niet meer aan allerlei bijstortverplichtingen kon voldoen. En u had toen veel contact met de banken en u was ook intensief betrokken bij de onderhandelingen die uiteindelijk op 18 juni 2012 tot een akkoord leidden, de zogenaamde term sheet voor die afkoop. Onze commissie heeft vragen over die rol, maar we hebben ook algemenere vragen aan u over derivaten en over de financiële wereld. En uiteraard heeft onze commissie nog een aantal vragen over uw huidige positie als directeur van het Waarborgfonds, waar u sinds september 2013 directeur-bestuurder bent. Dus we gaan beginnen met het openbaar voor. Er zijn een paar leden van onze commissie die daar vragen over hebben. Het woord is aan collega Bashir. En meneer Wilders, onze commissie wil eerst weten hoe de introductie van derivaten in de corporatiesector is begonnen. Het agentschap waar u directeur was, heeft als een van zijn doelstellingen om het, de ogen en de oren van het ministerie van Financiën te zijn in de markt. Kunt u ons vertellen hoe u nou aan uw informatie kwam in de markt? Over het algemeen kwam de informatie binnen of via de dealing room of op momenten dat we ergens op borrels waren of op presentaties. Dan kregen we te horen dat onder andere woningcorporaties, maar ook scholen en andere derivatenleden. Ook als er opmerkelijke transacties of vreemde transacties plaatsvonden, dan kregen die ook te horen? Vooral ook als er de grote transacties gedaan werden, kregen we dat wel te horen. We zijn zelf elke dag in de markt actief.
Ja. En nou werd er niet direct gezegd dat er een woningcorporatie actief was in de markt. Maar de tegenpartij, de banken, met wie we de transactie afsloten in die tijd, lieten wel horen of er andere grote partijen in de markt waren. En dan wilden ze er nog wel eens bij zeggen, een Nederlandse partij of een Nederlandse partij, geen bank of dat soort dingen. En dan kan je één en één kan je optellen en dan kom je ongeveer in de richting waar dat zou kunnen zitten. Ja, ja. En dan zijn er dus in gesprekken met handelaren op de beursvloeren, maar ook met bijeenkomsten, borrels, dan wordt over dat soort dingen gesproken. Daar wordt over dat soort dingen gesproken. Ja, ja. En dan is het uw taak en die van uw mannen om te vissen naar informatie over woningcorporaties en wat ze deden, maar ook andere zaken. Te luisteren en de informatie te duiden inderdaad. Ja, ja. Was het u ook bekend dat corporaties al sinds 2004, 2005 contracten afsloten voor complexe derivatenproducten? Ik denk niet vanaf 2004, 2005. Ik wist wel dat, vermoedelijk rond die tijd, het is lang geleden, maar ik wist wel dat woningcorporaties opties deden. Ik wist niet dat er ook woningcorporaties opties schreven, oftewel opties verkochten. En de hele ingewikkelde producten waren voor mij ook een behoorlijke verrassing aan het einde van de, toen ik bij Vestia betrokken raakte. En u zegt van de complexe producten waren mij toen nog niet bekend, maar wanneer wel? Ik denk dat dat rond 2007, 2008 werd het mij duidelijk dat er opties gedaan werden. Ja. En deze producten hebben natuurlijk allerlei gradaties. Later is het mij ook bekend geworden dat, met name denk ik door de betrokkenheid bij Vestia in 2011... dat er nog heel veel meer producten gedaan werden, waarvan ik op dat moment niet kon bevroeden, of in de periode daarvoor niet kon bevroeden, dat die afgesloten zouden worden door woningcorporaties. Ja. En dat was dus in 2011 pas? Voor een belangrijk deel. Ja. Dus ik laat even het feit dat er opties gedaan werden, dat wist ik wel. Ja. Maar de indexproducten, de producten waar hele grote hefbomen in zaten, die was ik toen niet op de hoogte dat die gedaan werden. Ja. En nog even voor de duidelijkheid, hè, want u zegt, ik wist al vanaf veel eerder dat er opties gedaan werden. Ja. En dan ging het dus ook om het schrijven van bijvoorbeeld swap-opties door woningcorporaties. Nee, dat was voor mij een redelijke verrassing dat ze schreven. Ja. Oké, okay, ja, en wanneer was het dan voor u bekend dat Vestia een zeer grote afnemer was van derivaten? Precieze datum daarvan weet ik ook niet. Maar we wisten wel dat Vestia zeer actief was in de markt. En of dat rond 2007, rond 2008 of eerder is geweest, dat zou ik niet durven zeggen. Wat heeft u eigenlijk met die informatie gedaan? Op dat moment heb ik daar nog geen bijzondere melding van gemaakt. Het agentschap was ook vrij actief met derivaten. En plain vanilla derivaten, dus op zich gaf dat nog niet een alarmbel bij mij. Nee, nee. Want u zegt van de zeer complexe producten waar woningcorporaties mee aan de slag zijn gegaan, dat kwam ik pas in 2011 te weten. Dus veel de later. De meest complexe. Ja, ja, de meest complexe. Heeft u daarmee iets gemist? Ja, achteraf wel. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik dat gemist heb. Ja. En is het dan niet vreemd dat als u bijvoorbeeld de oren en de ogen van het ministerie bent op de markt, en u mist deze complexe producten, dat dan de enige mogelijkheid om tot uw informatie te komen dan bijvoorbeeld de borreltjes is en de gesprekken die op de handelsvloer gedaan worden? Het zijn private transacties tussen twee partijen.
Die vallen ook onder de geheimhouding vaak tussen die twee partijen. Ze wilden er ook niet graag over praten om geen marktinvloeden beïnvloeding te hebben. En dat betekent dat wij geen rechtstreeks inzicht hebben in alle transacties die gedaan worden. Ja, ja. In 2011 bent u als spreker uitgenodigd op het congres van Public Treasury. Mm-hmm. Waar financiële mensen van woningcorporaties en adviseurs ook aanwezig waren. Welke boodschap had u over het gebruik van derivaten toen? Hou het simpel en pas op, u zwemt tussen de haaien. En had u de indruk dat de woningcorporaties uw boodschap meteen begrepen? Of, Ik... Nou, het was een bijeenkomst van treasurers en een aantal Nederlandse en internationale banken. En die waren niet meteen enthousiast met de boodschap die ik daar gaf. Want u hebt ook gesproken over de zogenaamde ISDAS, raamovereenkomsten voor derivaten. Wat heeft u daarover gezegd? Dat weet ik niet meer 100%. Dan kan ik alleen gokken wat ik daarover gezegd zou hebben. Ik zou ongetwijfeld daar gezegd hebben dat ze heel goed op moesten letten, onder andere voor mogelijke acceleratie, oftewel mogelijk op eisbaarheid van de contracten. Ja. Maar mijn belangrijkste boodschap was dat ik daar aangegeven heb toen ik zei van jongens, hou het simpel. Heb ik als voorbeeld gegeven dat het agentschap zelfs geen opties deed, zelfs geen opties kocht. En dat wij toch op de staatsschuld 40 man hadden zitten. En dat het wel wat vereist qua organisatie. Om te onderstrepen dat ik vond dat het heel simpel gehouden moest worden. Ja. Om de risico's te kunnen doorgronden, heb je dus ook deskundigen nodig, maar ook mensen die daar verstand van hebben. En ook een substantieel aantal wilt u aangeven. En de checks en balances, ja, in de organisatie. Maar waar het mij om ging in deze vraag was de voorwaarden. Want er staan ook bijvoorbeeld voorwaarden in de raamovereenkomsten. Mm-hmm. Dat kunnen toezichtbeperkende voorwaarden zijn. Maar ook bijvoorbeeld voorwaarden over op eisbaarheid van het derivaat op het moment dat de leiding wisselt. Heeft u daar nog opmerkingen over gemaakt? Toezichtsbelemmerende bepalingen, zoals we later tegengekomen zijn, die rechtstreeks aan het toezicht gekoppeld waren, die waren in 2011 voor mij ook een totale verrassing. Want ik kon me niet voorstellen dat iemand een contract zou tekenen waarbij hij de toezichthouder rechtstreeks buitenspel zet. Dus dat is niet eens in me opgekomen om daarover na te denken, laat staan voor te waarschuwen. Daar waar het de opeisbaarheid van het contract onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld bij een wijziging van het bestuur of bij het verslechteren van de financiële positie van de woningcorporatie betreft, dat zijn standaard clausules. En ongetwijfeld heb ik daar iets over gezegd om daarmee op te passen. En goed de liquiditeitsrisico's in de gaten te houden. Ja. Maar het staat mij niet zo heel helder meer bij. Ik had één hoofdboodschap daar. Ja. En uw hoofdboodschap was van pas op, u zwemt tussen de haaien. En hou het simpel. En hou het simpel. Kunt u daar nog nader op ingaan? Wat bedoelt u nou met zwemmen tussen de haaien? Zwemmen tussen de haaien bedoel ik mee. Dat ik van mening was dat de partijen die de derivaten verkopen, daar veel beter in thuis zijn. Over het algemeen de werking ook veel beter kennen. En een prikkel hebben om de producten te verkopen. Met andere woorden, ik vond dat een woningcorporatie die daar per definitie minder in thuis is en minder op minder capaciteit op heeft staan, dat die op een achterstandspositie stond. En dan bedoelde het eigenlijk mee dat de informatie en de kennis die banken hadden, dat konden de woningcorporaties niet hebben. Klopt. Ja. Dat was in 2011. U was toen uitgenodigd.
u had die kennis, u wist dat je heel veel mensen moest hebben om bijvoorbeeld de staatsschuld van Nederland te kunnen beheren. En dus ook niet bijvoorbeeld in complexe derivaten moest gaan zitten. Was bijvoorbeeld, waren ook andere actoren in de sector ook bewust van de risico's van derivaten? Zoals u dat was op dat moment? Veel minder. En dat had misschien deels ook te maken met beroepsdeformatie. Als agent van financiën behoor je superconservatief te zijn. Dus het verbaasde mij niet dat anderen hier minder conservatief tegenover stonden. Ja, ja. En was het dan niet uw taak om ook buiten dit congres om nog aan de bel te trekken? Van, er is een nieuwe ontwikkeling gaande in de woningcoöperatiesector. Ze zijn bezig met derivaten. Hier moet wat beter naar gekeken worden. Het was voor mij op dat moment geen nieuwe ontwikkeling. Het was al langer bekend dat woningcorporaties derivaten deden. Dit congres bestond al een paar jaar. En een van mijn medewerkers die had aangegeven dat het misschien eens tijd werd om een boodschap daar af te geven naar de woningcorporaties toe. Ja. En naar de banken, want die waren er ook. Maar wist u ook op dat moment dat het bij andere actoren niet voldoende duidelijk was van wat nou aan de hand was met woningcoöperaties en derivaten? En welke actoren bedoelt u? Bijvoorbeeld het ministerie zelf, Binnenlandse Zaken zou je kunnen zeggen. Het Waarborgfonds, misschien de externe financiële toezichthouder. Ik ben er op dat moment van uitgegaan dat de externe financiële toezichthouder de kennis van de derivaten had. Zowel het Centraal Fonds als het WSW. Het agentschap is ook in 2007, denk ik, gokken naar de jaartallen, in 2007 geweest bij het Waarborgfonds, wat toen nog in Huizen gevestigd was, om uit te leggen hoe de Nederlandse staat de derivaten gebruikte. Eigenlijk met dezelfde boodschappen. Ik ben er op dat moment van uitgegaan dat iedereen daar voorzichtig mee omging. Ja. Bij de derivatentransacties van Vestia was meestal ook een tussenpersoon betrokken. Eerst geruime tijd Arjen Greven en later Jaco Groeneveld. Zij hadden contracten met onder andere Fortis, Deutsche Bank en JP Morgan, waarvan zij een fee voor elke transactie ontvingen. Was dat gebruikelijk, naar uw idee? Tussenpersonen, vooral in de geldmarkt, zijn heel gebruikelijk. Voor de derivaten had ik er nog nooit van gehoord. Het agentschap sloot zijn derivaten rechtstreeks met de banken, rechtstreeks met de tegenpartijen. Ik zag ook niet de toegevoegde waarde van de tussenpersonen. Alhoewel in de verhoren hier sommige buitenbalansbanken aangegeven hebben dat het aanbrengen van klanten wel makkelijk voor ze was. En ik kon mij niet voorstellen waarom het bijvoorbeeld het agentschap een tussenpersoon zou gaan gebruiken. Zeker geen tussenpersoon die niet onder een vergunningplicht valt. En dat is omdat kleine organisaties waarmee je zaken doet inherent een groter risico opleveren. Ja, want het waren inderdaad eenmanszaken, ja, die ongebruikelijk grote transacties deden. Ze brachten elkaar aan, hè, waardoor Vestia bijvoorbeeld bij banken kwam. Mm-hmm. De risico's die daaruit voortvloeien, voor wie zijn die dan eigenlijk? Ik begrijp de vraag niet helemaal. Ja, want de tussenpersonen die brachten bijvoorbeeld Vestia aan als klanten bij verschillende banken, een aantal noemde ik net.
Maar dit bracht natuurlijk ook risico's met zich mee. De risico's waar u zelf net op wees. Mm-hmm. En die risico's, voor wie zijn die dan? Ik bedoelde voornamelijk fraude-risico's. En de fraude-risico's liggen dan natuurlijk gewoon allereerst bij de tussenpersoon zelf. En dat heeft reputatierisico's voor degene die de transactie doet. Ja, wat er nou in deze specifieke casus gebeurd is dat de tussenpersoon betaald werd voor een product. Een gedeelte van de transactie gekregen in de vorm van een fee. En die fee heeft de bewuste persoon waarschijnlijk of vermoedelijk doorgespeeld naar de trusserer van de woningcorporatie. Maar in sommige gevallen ook naar de medewerker van de bank zelf. Wat kan dat eigenlijk naar uw idee voor gevolgen hebben voor de bank als zoiets gebeurt? Allereerst zijn er de reputatierisico's die hier aan verbonden zitten. En vervolgens mogelijk nog juridische risico's die er voor de banken. Maar ook voor degene die aan de andere kant de transactie afsluit, aan vastzitten. Ja. Kunt u aangeven wat de banken moeten doen om dit soort dingen te voorkomen? Ik heb al aan proberen te geven dat ik denk dat het om de juiste checks en balances in de organisatie te houden. Allereerst belangrijk is om met tussenpersonen te werken die vergunningplichtig zijn. Ik heb uit de verhoren hier gezien dat er agenten bestaan en bemiddelaars. Nou, ik zie het verschil niet. Nee. Tweede punt is dat blijkbaar ook de interne controle op de medewerkers tekortgeschoten heeft. De checks en balances niet geweest zijn bij Vestia en ook aan de andere kant niet bij de bank. Want de agenten, zoals deze persoon zichzelf noemde, hoefden dus ook niet onder een vergunning te vallen, mm-hmm. onder vergunningsplicht te vallen. Is het dan niet een extra verantwoordelijkheid voor de banken om extra op te letten op het moment dat zij met dit soort mensen aan de slag gaan? Ja, het lijkt me allereerst al heel verstandig als ze dat doen, ja. Want ze hebben er ook zelf last van. Ja. En is het dan ook niet een taak voor de agent van het ministerie om ook dit soort dingen op te vangen in de markt? Dat bijvoorbeeld iemand die zichzelf geen bemiddelaar of tussenpersoon noemt, maar een agent, dat die dan blijkbaar buiten de vergunningsplicht om kan vallen? Dat veronderstelt dat mensen mij verteld hadden dat er een tussenpersoon zonder vergunning was geweest. En ik geloof niet dat ze daar belang bij hadden. Dat is dus niet aan u verteld en u wist dit ook niet. Nee, nee. De heer Greven heeft voor de commissie verklaard dat in de financiële wereld geruchten gingen en vermoedens waren over de vergoeding die dan weer doorgegeven werd aan iemand anders. Bijvoorbeeld aan de trusserer van Vestia, maar ook bijvoorbeeld aan de medewerker van de bank. Heeft u daar nooit geruchten over gehoord? Heeft u deze geruchten nooit gehoord? Nee, die geruchten zijn niet tot mij gekomen. De informatie die je als agentschap op kan snuiven is natuurlijk ook beperkt. Het blijft een onderdeel van het ministerie van Financiën, dus mensen zijn ook voorzichtiger in het doorgeven van roddels dan dat ze aan elkaar doen. Dus dat is niet tot ons gekomen. Ja. Kijk even naar de voorzitter. Dank u, meneer Bashir. Meneer Wilders, begreep ik het goed net dat u al in 2007 het WSW bezocht met die waarschuwingen? Keep it simple. En denk zwemmen tussen de haaien. We zijn, voor zover, als ik het goed heb, het zou ook 2006 kunnen zijn, want het is lang geleden. En, mm-hmm. Ik had geen agenda waarin ik kon nagaan wanneer we daar geweest waren. Maar het agentschap is bij het WSW geweest om uit te leggen hoe wij derivaten gebruikten. Was u dat zelf of iemand anders? Ik ben daar zelf geweest. Ja. Wiens initiatief? Met mijn hoofd risicomanagement op initiatief van het WSW. Die hadden verzocht of wij daar iets over wilden vertellen. En de strekking daarvan was, zo begreep ik het althans net in uw reactie op collega Bashir, dat
u toen al in de waarschuwende mode zat van keep it simple. En denk eraan dat je tussen de haaien zwemt. En tegelijkertijd dat derivaten nuttig kunnen zijn voor het beheersen van de risico's, de financieringsrisico's voor de woningcorporatie. Ja, als ze gelinkt zijn aan het afdekken van renterisico's of variabele leningen, daar kom ik zo nog even op. Ja. Maar u was toen bij het WSW en kunt u zich nog herinneren bij wie u toen aan tafel zat? Dat spijt me, dat weet ik niet meer. Ja, maar wat was de reactie op de teneur van het gesprek? Ik denk dat het Martijn Rink is geweest, maar dat weet ik niet meer. En de teneur van het gesprek, wat was hun reactie op het feit dat u toch ook deels met een duidelijke waarschuwing kwam? Het hoofddeel van het gesprek is gegaan over de werking. Over de werking van de derivaten en daar hebben we ook op gefocust. En hoe het agentschap de swaps gebruikte om het renterisico te sturen. En wij droegen met trots uit dat wij het simpel hielden en toch daarmee de renterisico's konden sturen. En daarmee ook voordelen voor de staat konden realiseren. Wij hebben het niet uitgebreid gehad over het gevaar van derivaten. Maar de boodschap was wel duidelijk. Met simpele, eenvoudige derivaten kan je goed je renterisico afdekken. De boodschap is wel duidelijk neergelegd van die ingewikkelde spullen. Gestructureerde derivaten en denk aan de rol van de banken die alleen maar willen verdienen. Die boodschap is toen ook neergelegd. De rol van de banken hebben we het toen niet over gehad. Ingewikkeldere derivaten hebben we het wel over gehad in de vorm van opties. Het agentschap deed geen opties. En dat hebben we ook aangegeven omdat we... Twee redenen. We vonden ze ingewikkeld, ook als je ze koopt. En we vonden het erg moeilijk om te controleren of we de juiste prijs hadden gehad. Dat klinkt heel helder, als ik u zo beluister. Als u zo'n boodschap afgeeft aan het WSW, dan zou je verwachten dat zij die boodschap ook goed op het netvlies zetten. Als ze bij financiën dit al niet doen, want ze vinden het ingewikkeld, dan moet de woningcorporatie daar toch met zijn vingertjes vanaf blijven. Niet iedereen is het met je eens. Het WSW was niet meteen met u eens, begrijp ik. Nou, kijk, het zijn gradaties. Waar het agentschap swaps, dus zeg maar receivers en payers gebruikte. Waar het agentschap een vrij extreme mening had. Dat zeg maar ook het kopen van opties, omdat je niet precies kan bepalen of je een goede prijs gehad hebt. Wat de kostprijs van het product zou zijn. Dus wat je ervoor betaalt ten opzichte van de alternatieve strategieën. Gebruikten wij dat niet. Nou kan je, zeg maar, dat onderdeel minder, de efficiëntie daarvan iets minder belangrijk vinden en iets meer nadruk leggen op het risico. En dan is het kopen van derivaten, of het kopen van opties, is helemaal geen slechte strategie. Dus er is ook ruimte om daarover te praten. Het feit in ieder geval de nodige kennis van zaken om daar gefundeerd mee om te gaan, denk ik. Ja, terwijl de uitgangspunten eigenlijk heel simpel zijn. Koop niet wat je niet snapt. Goed, meneer Willis, we gaan even naar eind 2011. Bij Vestia komen allerlei problemen naar buiten, zware financiële problemen. Die vloeien voort uit de derivatenportefeuille en het bijstofverplichtingen die daaruit voortvloeien. Het heeft toen ongeveer 3 maanden geduurd voordat het echt in kaart was wat nou die portefeuille inhield van Vestia. En wat is nou in uw waarneming de reden dat dat toch vrij lang heeft geduurd? Voordat je ze überhaupt in kaart hebt wat ze hebben? Allereerst heb ik begrepen dat Vestia niet makkelijk over de brug kwam met de informatie. Wat het sowieso al moeilijk maakt om naar de portefeuille te kijken. Tweede element wat daarin speelde was dat... er toch twijfel heerste of de administratie die aangeleverd was, compleet was. En alles erin zat. Het derde element wat daarin meespeelde was dat ze er derivaten in zaten die toch niet makkelijk te waarderen waren. Dat betekende dat de simpelste onderdelen van de portefeuille, de payer swaps, de swaptions relatief snel wel gewaardeerd konden worden, maar de rest van de portefeuille toch aanmerkelijk moeilijker was. En dat gaat dan met name om de producten die gebaseerd zijn op bijvoorbeeld een index.
die samengesteld is door de bank. En gebaseerd is niet altijd op even liquide onderdelen van de index. En het gevolg daarvan is dat eigenlijk alleen de bank de prijs kan berekenen. Nou, als het daar al mee begint, dan wordt het risico berekenen ook een beetje lastig. Ja, je geeft eigenlijk al antwoord op de tweede vraag die ik had op dit punt, maar ik stel hem toch nog even voor de helderheid. Betekent dit dat Vestia, CQ Treasurer Marcel de Vries, met tools die ze eventueel hadden, niet in staat waren om van al hun derivaten ook de marktwaarde bij te houden? Nou, ik weet niet voor een feit of hij dat niet kon. Ik herleid uit het feit dat hij het niet snel op kon leveren, dat hij het niet kon. En het in kaart brengen van de risico's, de afbreukrisico's voor Vestia van zo'n portefeuille, was die treasury met twee mensen bij Vestia in staat om dat goed bij te houden gezien de omvang en complexiteit van de portefeuille? Nou, wederom kan ik het niet als een feit aangeven, maar het is toch mijn stellige indruk dat ze dat niet konden. We zien op 13 december 2011, en dan komt de toenmalige minister, op dat ogenblik nog de heer Donner, met een aanwijzingsbrief. Mm-hmm. En die overhandigt die aan de heer Erik Staal van Vestia. Maar dan komt opploppen dat allemaal clausules in werking kan stellen. De zogenaamde giftige clausules die kunnen leiden tot een event of default en dan kunnen banken de contracten opeisen. Want er is een change of control en hoe dat allemaal heet. Dus die clausules die belemmeren eigenlijk het toezicht op dat ogenblik in ernstige mate. Die clausules zijn die nou uiteindelijk in dit soort contracten voor derivaten gebruikelijk? Voor derivaten en in ieder leningcontract. Toezicht belemmerende bepalingen ook? Nou, de toezicht belemmerende bepalingen die erin stonden. Dat waren de bepalingen die in feite zeiden als de minister een ingreep doet of als de toezichthouder een ingreep doet, dan is het contract opeisbaar. Die zijn natuurlijk van een ongelofelijke brutaliteit om die erin te zetten. Maar zelfs als die clausules eruit gehaald worden, dan is het contract nog steeds in heel veel situaties opeisbaar, omdat er of een verandering van bestuur is, of de situatie is materieel gewijzigd, en het rijtje gaat maar zo door. Die clausules worden er met goede reden ingezet, ook in leningcontracten. Het geeft namelijk de geldgever op het moment dat er een probleem is in de organisatie een instrument om zijn risico te beschermen, dat is één kant, maar ook om een instrument te hebben om een oplossing naar voren af te dwingen. En in de regel zal een bank als een lening opeisbaar wordt er niet meteen bij gebaat zijn om de organisatie om te laten vallen. Maar het geeft wel een instrument om het bestuur mee te laten werken aan een oplossing. In dit kader bij de woningcorporaties specifiek voor de derivaten kan je je afvragen of deze clausules nodig waren. Er is een toezichthouder, die zorgt voor de herstructurering en de bank had eigenlijk alleen, in mijn ogen, zijn kredietrisico te beperken. En dan waren de clausules niet nodig geweest. Dus waar ligt precies het omslagpunt als we kijken naar die clausules? U zegt er zitten clausules in die specifiek betrekking hadden op het toezicht in deze sector. U zei dat getuigt van brutaliteit om dat erin op te nemen. Ja. Is dat deel van de clausules ook hetgeen niet gebruikelijk is in contacten tussen banken en hun klanten? Dat is het gedeelte wat naar mijn weten niet gebruikelijk is. Ik heb eerder gezien, onder andere bij de energiesector, waar allerlei leasecontracten en zo werden gesloten, daar zaten ook die events of defaults in. En je zag daar ook, met een moeilijk woord, cross-default kwam daarin terug. Dat wil zeggen dat contracten die je met zo'n partij afsluit ook nog aan elkaar gelinkt zijn. Kunt u daar wat over vertellen, hoe dat hier, wat dat nou effectief betekent bij die corporaties? Nee. Lease, derivatencontracten? Je wil natuurlijk als crediteur, als geldgever, ik zal het even makkelijker voor mezelf formuleren,
als geldgever wil je niet in een, als er meerdere geldgevers zijn, wil je niet in een positie terechtkomen waarbij een andere geldgever beter af is. Dus in feite zet je dan een clausule in het contract waarbij je zegt, dit is mijn contract en al het andere rechten die je aan een andere geldgever geeft, gelden ook voor mij. Dat betekent dat als het contract van één van de geldgevers opeisbaar wordt, alle contracten in één keer opeisbaar zijn. Wat was het effect daarvan op de latere kwestie van het afwikkelen van de portefeuille van Vestia? Dat tezamen met 11 banken tot een wat onmogelijke onderhandelingspositie zou leiden als de insteek geweest zou zijn om individueel met de banken te gaan onderhandelen. Dat liet eigenlijk alleen maar de mogelijkheid om in één keer met allemaal te onderhandelen. Was men zich daarvan bewust, de corporaties, toezichthouders? Nee, dat denk ik niet. Dit is, als ik het zo bekijk, wel een cruciaal element in hoe je omgaat met het afwikkelen van zijn portefeuille. Was het opnemen van zo'n quasi-default-bepaling, het aan elkaar linken en ik dezelfde rechten hebben als alle andere financiële partijen, was dat gebruikelijk? Ja, dat is wereldwijd, zit dat in alle contracten. Dan had iedereen dat wel moeten zien eigenlijk dan, toch? Of ben ik nou te kort door de bocht? Er zijn twee dingen. Eén, of je het ziet. De andere is of je realiseert wat de consequentie daarvan is. En wat de instrumenten zijn die je erop zou moeten zetten als organisatie om te zorgen dat de risico's daarvan niet groot worden. Goed, de derivatenportefeuille van Vestia, die bestond, dat blijkt althans uit eerdere openbare verhoren, voor zo'n 70% uit producten, gestructureerde producten die niet rechtstreeks bijdroegen aan een beperking van het renterisico, variabele leningen. Dat is een aantal weken geleden hier ook verklaard, onder andere door Capitat. Herkent u dat percentage een beetje als u naar die portefeuille van Vestia terugkijkt? Ik heb maar een hele vluchtige blik op de portefeuille, vluchtig naar de portefeuille gekeken, eigenlijk heel kort. Waarbij het wel duidelijk was dat die grotendeels speculatief was. Dus ongetwijfeld hebben deze heren en de heren van Cardano, die tot vergelijkbare cijfers kwamen, daar gelijk in. Ja, want grotendeels in uw optiek, dat is ook meer dan de helft van die portefeuille dan. Kunt u aangeven welke soort producten in die portefeuille uiteindelijk voor de grootste problemen hebben gezorgd voor Vestia? Ik heb de gevoeligheidsanalyse niet op de portefeuille gedaan. Maar er zaten twee soorten instrumenten in de portefeuille die voor veel risico zorgden. Enerzijds waren dat de verkochte opties, de swaptions, geschreven swaptions. En anderzijds waren dat de hele lange payer swaps. En vooral ook als ze forward starting waren, oftewel in de toekomst begonnen. Want waren nou eigenlijk producten waarvan je op voorhand kon zien dat Vestia daar nooit beter van zou worden? Die wel in die portefeuille uiteindelijk zaten. Ik hanteer zelf als richtlijn dat als je zelf niet een indicatie kan krijgen van de kostprijs van het product, en dus afhankelijk bent van de tegenpartij die het product voor je waardeert. En dan heb ik het hier over bijvoorbeeld de indexproducten. En dan vooral nog als ze ingewikkeld zijn, dat je een gereden kans hebt dat je er niet beter van wordt. En dus dat je ze niet moet doen. Kun je daar voorbeelden van geven? Dit soort producten die in die portefeuille van Vestia terechtkwamen? De indexproducten die in de portefeuille gezeten hebben. Wat vindt u dan zelf van dat banken dit dan wel verkopen aan zo'n corporatie? Want dat is het uiteindelijk, Vestia. Een woningcorporatie. Nou, ik zou het als bank niet verkopen. Even afgezien van of het mag of niet. Want daar kan die een hele discussie over hebben.
Maar ik vind het niet handig om het te verkopen. Vanwege de reputatierisico's die eraan kunnen zitten. Als het verkeerd gaat. Dan hebben we meneer De Vries, Marcel De Vries, treasurer van Vestia. Kunt u nog wat zeggen over wat u vindt van zijn optreden? Tijdens 2011 of hier? Nou, even in zijn algemeenheid, hij bouwde die portefeuille op. Waardoor uiteindelijk toch de boel scheef liep. Nou, ik vind dat hij uitermate onvoorzichtig is geweest met maatschappelijk kapitaal. Dat hij daarmee enorme risico's en ook verliezen opgelopen heeft. Het zijn hier grote bedragen. 2 miljard uiteindelijk in de laatste afwikkeling van de transactie. Maar daarvoor hebben ook kosten gezeten. En als je dat gemakshalve even omrekent tot de 90.000 woningen, dan is dat, zoals hij dat aangaf, dat viel allemaal wel mee. Dat hadden we 50 jaar uit kunnen smeren. Dat ben ik niet met hem eens. Want dat betekent €450 hogere huur per woning bij Vestia per jaar voor de komende 50 jaar. Dus ik vind dat hij heel onverstandig gehandeld heeft. Waar kunnen we dat getal op baseren? 2 miljard gedeeld door 90, 2 miljard. Over 50 jaar gesmeerd is 40 miljoen. 90.000. 40 miljoen gedeeld door 90.000 is €450. Oftewel krap aan €40 per maand. We hoorden gisteren mevrouw Spies, bij de afrekening van Vestia, ook minister. Die nam hetzelfde standpunt in, namelijk zitten blijven, dat was totaal niet realistisch. Dat is dan ook uw mening? Nou, dit was nog op het moment dat de positie gesloten is. De heren van Capitat, de heer Van der Wansum en de heer Werner, die hadden voor het verhoor dat ze hier naar het verhoor kwamen, hadden nog even uitgerekend wat de verliezen op dit moment op de portefeuille geweest zouden zijn. Dat was maar liefst 3 keer zo groot. Dan hebben we het dus niet over krap aan €40, maar dan hebben we het zo tegen de €100 per maand. Dat lijkt mij een totaal onverantwoorde positie. Heeft u ook, toen u zelf betrokken raakte bij het oplossen van die Vestia-problematiek, nog geadviseerd om treasurer De Vries van zijn stoel af te halen? Nee, op dat moment niet. Dat heeft te maken gehad met 3 overwegingen. De eerste overweging was dat we heel voorzichtig moesten zijn met de clausules en het eventueel triggeren van de clausules. Er was natuurlijk nog geen plan hoe de portefeuille tot een goed einde te brengen en waren ook nog geen backup scenario's klaar. Dus dat betekende op kousenvoeten lopen. Het tweede was dat ik begreep dat Cardano was inmiddels binnen, de adviseur. Mm-hmm. Dat de heer De Vries nodig was om alle contracten te duiden. Mijn indruk was, maar misschien is dat niet helemaal waar, maar mijn indruk was dat het administratief nog verdomde lastig was om alles boven water te krijgen, ook met de ervaringen van de portefeuille. En het derde punt was dat inmiddels werd zo langzamerhand in de markt bekend dat het een groot probleem was bij Vestia. Dus schat ik de kans dat de heer De Vries nog de gelegenheid kreeg om risicoverhogende transacties af te sluiten niet zo hoog meer in. Is uiteindelijk tot april 2012 blijven zitten, De Vries? We hebben hier ook meneer Van der Post gehad van het Waarborgfonds toen. Mm-hmm. En die verklaarde letterlijk dat De Vries nog nodig was om door die hete brei heen te komen, waren zijn woorden. Ja. Herkent u dat? Nou ja, dat was mijn tweede argument wat ik net aandroeg. De twijfel over de compleetheid van de administratie het vermoeden dat de administratie van alle contracten en alle modaliteiten van de transacties toch allemaal niet heel makkelijk en handzaam vastgelegd waren. Dat gaf mij het idee dat
hij inderdaad nog wel nodig was daar. Ja, want die meneer De Vries is natuurlijk door sommigen hier ook de pyromaan genoemd die je dan bij het vuurtje laat zitten. En meneer De Vries heeft hier ook in het openbaar verhoor verklaard van Spies heeft het niet goed gedaan, want die 2 miljard heeft zij weggegooid. We hadden gewoon er zelf uit kunnen komen. Dus dat, als ik dat optel bij hetgeen dat hij er nog tot april 2012 bleef zitten, tot het OM in het spel kwam. Dan... Nee, want wat ik net aangaf is dat de inschatting was dat er geen risicoverhogende transacties meer gedaan konden worden. De tegenpartijen aan de andere kant waren dus wel bereid om risicoafbouwende transacties te doen, met name ook vanuit hun eigen belang. Maar risicoverhogende transacties, daar kreeg hij de kans niet meer voor. Nou, even één keer helder voor de commissie. Is er iemand geweest die op enig moment zei van die treasurer dat die moet weg? Kan ik mij zo... Die discussie heeft ongetwijfeld heeft die de revue gepasseerd. De grootste belemmering daarin, denk ik, is geweest de triggers in de derivaten. En dat betekent... Aanwijzingen konden niet. Je wil de tegenpartij ook geen bewijs geven voor opeisbaarheid. Dus het is heel voorzichtig opereren. En daarbij de risico-inschatting dat hij in ieder geval niet meer het grootste risico op dat moment was. Je hoorde het namelijk eerder in het openbaar verhoor van Capitat. Dat zijn wel... Nou ja, normaal gesproken zijn dit soort regels heel streng. Dat geldt ook bij het agentschap. Zelfs als iemand van baan verandert uit de dealingroom, dan wordt hij geacht vakantie op te nemen. En normaal gesproken krijgt hij dan ook nog een paar weken vakantie van de agent. En bij elkaar is hij dan acuut uit roulatie voor een weekje of 6, voor hij weer ergens mag beginnen. De situatie moet daar wel gelegenheid voor bieden om dat te doen. En deze situatie was de inschatting dat hij... gelegenheid er niet was en het risico ook overzienbaar. Ik ga even voor een aanvullende vraag naar collega Groot. Ja, toch nog even hierop verder. Capitat heeft verklaard, ja, dat is een gouden egel. Je moet onmiddellijk de pyromaan bij het vuur weghalen. Nou ja, hij was nog nodig om die portefeuille in beeld te brengen. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon zijn tekenbevoegdheid afnemen. Dat hij geen transacties meer mag doen, maar dat hij nog wel in de organisatie blijft om de boel boven water te krijgen. Dat klopt, dus het verbaast me toch dat hij... Want er zijn natuurlijk nog een heleboel transacties gedaan door De Vries. Er zijn heel veel... voor zover ik mij herinner zijn onder... op initiatief van Cardano, waarbij de afdekking van het risico voorop stond, zijn transacties uitgevoerd door de heer De Vries. Normaal gesproken ben ik het helemaal mee eens dat je de desbetreffende handelaar of rogue trader zet je in een hoekje van de gang aan een tafeltje. In dit geval is een andere risico-inschatting gemaakt, zoals ik net aangaf. Maar dus een verkeerde risico-inschatting? Nou, dat wil niet zeggen dat het verkeerd uitgepakt is. Het ligt daar ook niet zo zwart-wit. Het was de inschatting dat de transacties die risicoverhogend zouden zijn, of de transacties die schade zouden opbrengen voor Vestia, dat die op dat moment toch niet meer gedaan konden worden. Zijn er daarna ook geen schadelijke transacties meer gedaan door De Vries? Bij mijn weten zijn de transacties die afgesloten zijn transacties geweest, mede op het initiatief en bewaking van Cardano, de afbouw van de risicopositie. Ja. Ik had nog een andere vraag en dat gaat over die complexe producten. Marcel De Vries heeft hier verklaard dat... die producten, dat die fees die daarbij werden betaald, dat niet ten laste kwam van Vestia. Want zijn stelling was, nou ja, dat gaat van de winst af van bijvoorbeeld Deutsche Bank.
Ja, dan zou ik dat tegenover willen stellen. Ja, als je een product moeilijk kan waarderen, wat hier het geval was, dat ging om complexe producten. Dan kun je als bank ook denken van nou, ik tel die fee bij de prijs op en dan betaalt Vestjet alsnog. Wat vindt u ervan? Ik vind dat een hele semantische discussie. De winst wordt ook betaald door Vestia. De winst wordt ook betaald door Vestia? Ja. Het wordt gewoon bij de, als je zelf een prijs kan bepalen voor een complex product, dan kun je gewoon je winst opkijken. Nou ja, vooral als het product ondoorzichtiger is, kan je de winst hoger maken. Ja. Ik bedoel, daarom vinden mensen ondoorzichtige producten prettig. Ja, dus de stelling van die winst van Vestia, hoe hoog die ook is, dat gaat niet ten koste van Vestia, dat snijdt geen hout. Ik vind dat geen hout snijden. Ja. Helder. Dank, we gaan door naar meneer Bashir. Meneer Wilders, onze commissie heeft ook een aantal vragen over de onderhandelingen. Want de onderhandelingen met de banken om de derivatenportefeuille af te kopen. Eind januari 2012 heeft de minister Spies een werkgroep opgericht met mensen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Financiën. U zelf maakte ook deel uit van die werkgroep, de zogenaamde taskforce. Wat was nou uw eigen rol daarin, in die taskforce? Tweeërlei. Ik denk algemene informatie en inzicht te geven over het gebruik van derivaten. Zoals ik zeg maar net hier ook aan inzichten geef of meningen geef over het product, over de producten. Verder had ik zelf een verder wilde ik zelf graag dat zoveel mogelijk opties op tafel kwamen om te kijken of we dit zo goedkoop mogelijk af konden wikkelen. Wie had nou eigenlijk de regie in die werkgroep? Ik heb steeds het gevoel gehad dat ik voor de heer Frequin, voor het ministerie van Binnenlandse Zaken heb gewerkt. Ik heb uit de verhoren vernomen dat de formele voorzitter van de werkgroep de heer Van der Molen was. Maar dat kon ik mij niet meer zo herinneren. Ja. Dus eigenlijk was in de praktijk de heer Frequin de... Dat was in ieder geval mijn belangrijkste contactpersoon. Ja. Ja. En u zelf, als het om financiële zaken ging? Nou, zoals hier ook vandaag, ik ben vrij uitspoken. Ja. Dus ik neem geen blad voor de mond. En dat betekent dat ik me daar ook gewoon heb laten horen. Ja. En dat dat ook wel effect heeft. Ja. U bent niet bescheiden als u nu zegt van ja, ik heb voor de heer Frequin gewerkt. Het is niet zo geweest dat u zelf de leiding had daar in de praktijk. Ik vind dat je mening moet geven als dat gevraagd wordt. Ja, en als ik de heer Frequin zeg, dan hebben we het natuurlijk over de directeur-generaal ministerie Binnenlandse Zaken. Voor de kijkers op de tribune. In februari 2012 spreken de ministers van Binnenlandse Zaken en Financiën af dat de mogelijkheid zal worden verkend om te kijken of de Tweede Kamer in openbaarheid geïnformeerd zou kunnen worden. En daarvoor moest er een herakkoord worden gesloten met de banken. Zodat zij de clausules die in het derivatencontract zaten niet zouden inroepen. Nu kreeg de taak om te kijken of de banken akkoord wilden gaan met het openbaar informeren van de Tweede Kamer, dus het niet inroepen van de clausules. Kunt u ons vertellen hoe u dat werk hebt gedaan? Het verkennen van de mogelijkheid dat de banken de clausules niet zouden inroepen? Ja. Allereerst wil ik daar wel bij zeggen dat ik dat bij voorbaat al een kansloze missie vond. Omdat ik me niet voor kon stellen dat als ik een bankier was aan de andere kant, dat ik enig instrument uit handen zou geven. Met mail in de mond heb ik geprobeerd de banken te bellen. Want aan de ene kant mochten ze niet de telefoongesprekken gebruiken om te constateren, de facto te constateren dat er een probleem was bij Vestia wat de contracten zou triggeren. En aan de andere kant wilde ik toch proberen om om in ieder geval te zorgen dat er iets van een
van een informatieuitwisseling met de Kamer zou kunnen zijn. Rechtstreeks en openbaar. En de banken waren op zoek gewoon naar een trigger voor de contracten. Ja, ja. Want u zegt, het was bij voorbaat al een kansloze missie. Ja. Wiens idee was dat, was dit dan? Ik denk dat ik er zelf ook gewoon voor geweest ben, want ik vind dat je dat moet proberen. Ja, ja. Als je er voorzichtig mee omgaat, en ik vind ook dat de Kamer, ik weet niet precies hoe dat allemaal zit staatsrechtelijk, maar ik vind over dit soort dingen moet je de Kamer gewoon kunnen informeren. Dus ik ben er ook aan begonnen, zeg maar om het goed uit te voeren, maar niet in de volle overtuiging dat het me zou lukken. Ja, want het was een riskante actie, zei je zelf net ook, hè? Want de banken konden ook uw telefoontje aangrijpen om meteen de clausules in te roepen. Kunt u daar nog iets over vertellen? Kijk, de contracten zijn onder Engels recht. En dat betekent dat dat heel letterlijk genomen moet worden wat er in de contracten staat. En bijvoorbeeld een verslechtering van de situatie of een groot probleem bij Vestia, daarvan zoek je bewijs om het contract opeisbaar te kunnen maken. En dat betekent dus dat ieder stukje wat daaraan bij kan dragen, en dus ook een telefoongesprek van iemand vanuit het ministerie van Financiën of vanuit Vestia of vanuit Binnenlandse Zaken, zou bij kunnen dragen aan die bewijsvoering die de reden kan zijn om een contract te laten triggeren. Dus vandaar met mail in de mond. Want u hebt allemaal bankiers gebeld om te polsen of het mogelijk was om de Kamer openbaar te informeren. Mm-hmm. Kunt u ook ons vertellen van welke banken nou het meest dwars lagen? Dat weet ik niet meer. Ik weet wel dat ik begonnen ben bij de banken die het dichtst bij huis stonden, de banken, dus de Nederlandse banken, en dat ik gekeken heb waar ik vermoedde dat ik de meeste kans zou hebben dat ze mee zouden willen werken. En ik ben uiteindelijk naar een bank of vier, heb ik de handdoek maar in de ring gegooid. Dus wie de lastigste uiteindelijk geweest zou zijn, weet ik niet. Ja, en dat was dicht bij huis of was het een Londense bank? Ik weet niet of de vierde een Londense bank was, ik denk het wel. Maar daarvoor had ik ook niet alle medewerking verkregen van de Nederlandse bank. Ja. En wat werd er dan aan de overkant verteld van de telefoon? Ja, ik hoorde gisteren dat ik teruggekoppeld had, dat ik op moest houden met deze vragen aan de bank te stellen, omdat ze het anders als trigger zouden zien. En nou meen ik mij ook zoiets soortgelijks te herinneren, maar het is ook wel lang geleden. Ja. Meneer Wilders, de commissie heeft begrepen dat er meerdere scenario's op tafel lagen. Uiteindelijk is er één scenario overgebleven, namelijk het afkoersen op een overeenkomst met de banken waarbij de derivaten beëindigd zouden worden. Dus niet het faillissementrisico of uitzitscenario. Niet het faillissementscenario of de uitzitscenario, maar gewoon afkopen. De vraag die bij onze commissie blijft zitten is van waarom er pas na vier maanden de onderhandelingen met de banken pas konden beginnen. Waarom moest het zo lang duren? Omdat er bij de uitwerking van de scenario's iedere keer nieuwe juridische complicaties onder andere naar boven kwamen, die het heel moeilijk maakten om een goed zicht te krijgen op de diverse opties die op tafel lagen. Idealiter heb je een systeem waarbij je van tevoren nadenkt over wat gebeurt er als een grote woningcorporatie in problemen komt. Zoals we nu ook kennen, de resolution voor banken.
maar die kwam helaas ook na de crisis. En dat betekent dat heel veel van het denkwerk, met name over het faillissementscenario, nog gedaan moest worden. En dat scenario speelde een hele belangrijke rol in het hele traject. Omdat je er bedoeld dan wel onbedoeld terecht kon komen. Ja. Maar dat is nog steeds niet duidelijk genoeg voor ons als commissie van waarom het nou echt 4 maanden moest duren. Kunt u toch nader voor ons duidelijk maken van waarom er zo lang gewacht moest worden voordat er de onderhandelingen echt begonnen en de banken aan tafel zaten? En, Omdat het ongelooflijk helder moest zijn wat er zou moeten gebeuren op het moment dat de onderhandelingen uiteindelijk toch zouden stuk lopen en die onbedoeld toch in een scenario terecht zou komen van een faillissement. Ja, want waarom ik deze vraag stel is natuurlijk omdat de rente in de tussentijd flink aan het fluctueren was. De negatieve marktwaarde van Vestia, of de derivatenportefeuille van Vestia, die ging hoger en lager en hoger en lager. En dan ging het niet om miljoenen, maar echt honderden miljoenen. Kunt u aan ons hier aangeven dat echt 4 maanden nodig was om pas met die onderhandelingen te kunnen beginnen, dat het echt niet anders kon, dat het niet eerder begonnen kon worden, dat dit de eerste beste mogelijkheid was? Er is niet getimed op de rente. En de rente was inderdaad heel volatiel op dat moment. Het is een proces waarbij steeds nieuwe vragen opkomen, nieuwe vragen beantwoord moeten worden. Nieuwe bestuurders komen die opnieuw bijgepraat moeten worden in februari. En dat soort dingen nemen gewoon tijd. Ik kan er niets anders van maken. Wat waren eigenlijk de uitgangspunten van de onderhandelingen? Het uitgangspunt van de onderhandelingen was dat het risico en dus ook de verliezen opgevangen zouden worden in het stelsel. De heer Van der Molen die verklaarde hier voor onze commissie dat Vestia, de corporaties en de banken elke 1/3 van de rekeningen gepresenteerd zouden krijgen, of in ieder geval voor een rekening moesten nemen. Dit was niet een doelstelling, begrijp ik dus, want u zegt van de uitgangspunt van de onderhandelingen was dat de rekening binnen de sector zou opgevangen worden, binnen de stelsel zou opgevangen worden. Nee, ik zat een stapje terug op hoofdlijnen in plaats van op de onderhandeling zelf. In de onderhandeling was het duidelijk de bedoeling en duidelijk de opdracht die meegegeven was aan het onderhandelingsteam dat de banken mee zouden betalen, de pijn zouden voelen, een deel door Vestia gedragen zou worden en een deel door de sector gedragen zou worden. En dat was 1/3 deel voor iedereen? Dat was de bedoeling, de uitgangspunt? Ik heb dat niet heel hard zeg maar als randvoorwaarde in mijn hoofd zitten. Ik heb dat in mijn hoofd zitten als streven. Ja, ja. En wie bepaalde dat eigenlijk, dat 1/3? Weet ik niet. In de loop van mei 2012 daalt de rente sterk en neemt de negatieve marktwaarde van de derivatenportefeuille van Vestia toe van 1,7 miljard euro naar 3 miljard. Ja. Op 21 mei stopt Vestia eenzijdig met het betalen van de margin calls. Was dit ook de datum waarop de hypotheken gevestigd werden en eigenlijk de onderhandelingen pas echt starten? De laatste hypotheek werd, denk ik een minuut of 4, 5 voor de vergadering gepasseerd. En vervolgens begonnen de onderhandelingen. En weet u nog wanneer die vergadering was? Dat was de 21ste mei. Ik denk dat de 21ste zonnige dag behoudt. Op 30 mei 2012 wordt een standstil periode afgesproken op basis van de onderhandelingen. Kunt u voor ons uitleggen wat dat nou inhield, de standstil?
Ja, maar misschien moet ik dan wat over de gehele onderhandeling vertellen. Op de 21ste, ik ga er even vanuit dat de datum goed is. Op de 21ste presenteerde Vestia aan de banken de oplossing voor het probleem. Dat wil zeggen, er werd aangegeven dat er een groot probleem was en dat er niet voldoende geld beschikbaar was om zonder pijn voor de banken de transactie af te wikkelen. Dus in principe is dat de dag waarop aan de banken verteld werd slikken of stikken. Vervolgens, moet er een contract uitgewerkt worden. En is het heel erg van belang dat in de tussentijd, als dat contract uitgewerkt wordt, niet alsnog één van de banken overgaat tot het opeisen van het onderpand of het opeisen van de transacties. Dat betekende dus dat dit had niet zozeer het was niet zozeer dat er een onderhandeling was. Er was een periode waarin aangegeven is, jongens, dit is hem. En jullie moeten tekenen bij het kruisje. En daar waren nog problemen met het feit dat dat enige tijd neemt. Moet doorgeslikt worden door de banken. Het kan zijn dat ze niet allemaal zouden tekenen bij het kruisje. En wat je dan wil, is dat in de tussentijd geen ongelukken gebeuren. Dat iedereen het er wel over eens is, dat als ze nog met elkaar in gesprek zijn, dus niet getekend hebben bij het kruisje, dat dan ook niet eentje Vestia omvertrekt. Ja. En dat is wat bedoeld is met de standstill. Ja. U zegt, jullie moeten tekenen bij het kruisje. Met jullie neem ik aan de banken. Wat stond nou in het contract wat ze moesten tekenen? Er lag op dat moment nog geen contract. Ja, maar u zegt dat contract moest uitgewerkt worden. De portefeuille was op de waarde van de avond tevoren bevroren. Ja. Zodat niemand ook meer de gelegenheid had om de rente te beïnvloeden in de periode daarna. En vervolgens was er 2 miljard beschikbaar voor de afwikkeling. Punt. Dus op 30 mei wordt de stand stil afgesproken. En de dag daarvoor wordt de negatieve marktwaarde van de derivatenportefeuille bevroren, zegt u. Yes. En dat was 2 miljard. Ja. En daarmee moesten de banken akkoord gaan. En that's it. Ja. Nou, die was niet 2 miljard. Die was zeg maar op het moment dat die bevroren werd 2,4, geloof ik. 2,5. Ja. Want wie voerde nou de onderhandelingen met de banken? Was u dat? Nee, dat was Gerard Erends, de voorzitter, een van de twee bestuurders van Vestia. Ja. Vestia moest de transactie sluiten. En daar was de heer Van der Molen die hem daarmee assisteerde. Dat was ook een logische combinatie, want het geld kwam bij twee partijen vandaan. Namelijk Vestia en het Centraal Fonds. Ja. En wat was dan uw rol bij die onderhandelingen? Ik was daar aanwezig om mee te kijken vanuit als vertegenwoordiger van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dus de vraag was gewoon, wil je daarbij zijn om te kijken wat daar gebeurt, terugkoppelen en behulpzaam zijn waar je kan. Ja, dus zegt u hiermee dat eigenlijk de heer Erends de onderhandelingen heeft gevoerd met de banken? Van de Molen en de heer Erends. Ja, ja, en u had zelf geen rol. Ik had geen mandaat, dus ik kon ook niet onderhandelen. Nee, nee. Dat bedrag van 2 miljard, hè, want u zegt op 30 mei, of de nacht daarvoor, werd de negatieve marktwaarde bevroren. Dat was 2,4 miljard, zegt u. Ja. Vervolgens is er een bedrag van ongeveer 2 miljard uitgekomen uit de onderhandelingen. Hoe is dat dan gegaan? Want wat was de openingspot? Ja, slikken of stikken. Dat was de openingspot. Dat was de openingspot en het eindpot. Slikken met 2,4 miljard en dan stikken. Dat was 400 miljoen voor de bank.
Ja, ja. 400-500 miljoen. Dus een beetje afhankelijk van hoe je het berekent. Ja, maar nogmaals, hè, want u zegt van ja, we hebben de rente eigenlijk, of de marktwaarde gefixeerd. Gefixeerd op die 30ste mei. Dat was hem. En dat was 2,4 miljard. Maar dan is het toch geen stikken of slikken, want de banken konden dan gewoon de 2,4 miljard krijgen? Nee, ze konden er 2 miljard krijgen. Want je had net over 2,4. Ja. En de portefeuille is bevroren, bevroren de dag ervoor. Oké. Dan zeggen we nou, dit is 2 miljard en voor de rest zoek je het maar uit. Ja. En zegt u hiermee dat de banken uiteindelijk gewoon akkoord zijn gegaan met die 2 miljard? Ja. Er is daarna geen... Er is wel onderhandeling geweest. Ja. Natuurlijk, want ze hadden nog niet getekend bij het kruisje. Dus ze hebben het continu geprobeerd om te onderhandelen. Ja. Alleen de onderhandelaars zijn vrij standvastig geweest. En die hebben gewoon gezegd, dat wordt hem niet. Ja. En die 2 miljard, dat is het uiteindelijk geworden? Of hebben de banken nog iets bijgekregen? Uiteindelijk hebben de banken... een lening verstrekt aan Vestia voor het afkopen van de portefeuille, zodat het bedrag niet in één keer gestort hoefde te worden. En er is nog een concessie gedaan dat die lening niet ongeborgd, maar geborgd is gegeven. Ja, ja. Dus samengevat, op 30ste mei of de nacht ervoor wordt de negatieve marktwaarde van... de derivatenportefeuille van Vestia gefixeerd op 2,4 miljard euro. Ja. De banken krijgen een bod van 2 miljard. En daar moeten ze mee akkoord gegaan. Vervolgens zijn ze daarmee akkoord gegaan met een paar aanvullende voorwaarden... waarbij de 2 miljard geborgd is door het waarborgfonds. Nee. De afkoop bestond uit twee delen. Het ene bedrag was een deel wat... al bij de banken aanwezig was, wat ze als collateral, als margin call opgevraagd hadden. En er is uiteindelijk 600 miljoen, geloof ik, als lening verstrekt door de banken aan Vestia. Ja. En uiteindelijk is die lening is geborgd. Kunt u achteraf zeggen dat de deal een goede deal was? Achteraf kan ik het. Misschien het minst slechte. Ik begon al eerder en het heeft misschien met het temperament te maken dat ik het helemaal geen goede deal vind. Want het had niet zo ver mogen komen. Ik denk dat het verhoor van de heren Van der Wansum en Werner heeft duidelijk gemaakt dat blijven zitten geen optie was. Er zijn allerlei argumenten waarom je dat op dat moment niet doet. En in dit geval geeft de geschiedenis ons daar ook gelijk in. En het faillissementscenario was ook geen scenario. Met de kosten en de juridische complicaties die daaraan zaten. En dan ook nog de praktische complicaties. Dus er was niet veel keus. Er zullen ook mensen zijn die zeggen van ja, de banken hebben eerst de hele... ingewikkelde, complexe producten verkocht aan woningcorporaties. Vervolgens is dat fout gegaan, hebben ze ook nog eens 2 miljard gekregen. Ja, dat snap ik. Maar daarom zeg ik ook, het is geen goede deal. Maar ze waren wel goed beschermd. En er was tijdens de onderhandelingen voldoende onzekerheid, blijkbaar aan de kant van de banken. Dat eventueel een faillissementscenario wellicht ook een optie zou zijn voor Vestia. Waardoor zij een korting geaccepteerd hebben op de marktwaarde van de derivaten. Ja. En ze hadden het juridisch zo stevig in elkaar zitten... dat ik denk dat dit ongeveer wel het maximaal haalbare zou zijn wat er uitgehaald kon worden. En een van de signalen waar ik me dan op baseer, is dat een van de banken uiteindelijk heeft besloten om niet te tekenen. En dacht, weet je wat, ik zoek het wel uit voor de rechter. Ja. En wat kunnen daar de consequenties van zijn voor de termsheet en Vestia, weet je dat ook?
Op het moment dat dat rechtszaak met Credit Suisse verloren wordt, is daar nog een risico dat Vestia een bedrag moet betalen. En ik wil even oppassen of ik het bedrag goed in mijn hoofd heb zitten, maar ik geloof dat het nog 60 of 70 miljoen is. Maar dat zal geen consequenties hebben voor andere banken? Voor de andere contracten, nee. Dan het bedrag van 2 miljard van de termsheet. Ja. Daar zijn natuurlijk niet alle kosten meegenomen voor Vestia. Hè? Bijvoorbeeld, er is ook een doorzakoperatie geweest. In september 2011 is er nog een bedrag van 1,05 miljard overgemaakt, waardoor ook rentekosten daarbij natuurlijk zitten. Er zijn nog risicoposities tussendoor gesloten. Juist, ja. Dus ja. 2 miljard is niet het volledige bedrag van de schade voor Vestia. De 2 miljard is het bedrag van de termsheet waarmee het volledig afgerond is. Kunt u een schatting geven van hoeveel het dan wel is? Ik durf dat niet helemaal te doen. Ik heb het bedrag niet opgeteld gezien. Ik kijk eigenlijk heel simpel tegen doorzakoperaties aan, namelijk dat ik ze zie als kosten. Ik weet dat je daar genuanceerder tegenaan kan kijken. Dus het is moeilijk om al die dingen op te tellen. Daarbij heeft al in eerdere fase ook herstructureringen van de portefeuille plaatsgevonden. Dus ik denk dat het eindbedrag aanmerkelijk hoger ligt. Ja. Het zou zomaar 2 keer hoger kunnen zijn. Durf ik niet te zeggen, maar een flink hoger bedrag kan best. Kunt u ook eigenlijk aangeven hoeveel de banken bijgedragen hebben? Tot dan. De berekeningen die door de meeste mensen gemaakt worden, zijn zeg maar op het moment van het bevriezen van de portefeuille en het doen van de transactie, om dan te kijken naar de marktwaarde van de portefeuille. Die stond toen op 2,4, 2,5 miljard. En dat vergelijken met het bedrag waarvoor het uiteindelijk afgesloten is. Maar dat is natuurlijk een waardering op dat moment. Dat zegt niets over het verlies wat door de banken gelopen wordt. Uiteindelijk zou dat of uit de jaarrekeningen gehaald moeten kunnen worden. Nou, bij de grote banken kan dat sowieso niet, want het valt in een grote pot. Dus het is heel moeilijk om vast te stellen wat het precieze bedrag is wat de banken bijgedragen hebben. Het is wel gebruikelijk om op het moment van de transactie te kijken wat op dat moment de marktwaardering zou zijn als je die transacties af zou sluiten zonder dat er een onderhandeling plaatsvindt waar ook flink druk op staat, omdat de alternatieven weinig aantrekkelijk zijn. Dus je kijkt naar de marktprijs van de portefeuille op het moment van afsluiten en je kijkt naar het bedrag wat je dan uit de onderhandeling komt. En daar zat, naar mijn beeld, een 400-500 miljoen tussen. Rekensommetjes kan je alle kanten opmaken, want op dezelfde dag ging de rente ook nog op en neer. Dus dat is heel lastig vast te stellen. Ja. Bedankt, meneer Bashir. Nog één vraag op dit punt, meneer Wilders. Als het uitgangspunt was 1/3, 1/3, 1/3, om de kosten te dragen van de afkoop, waarbij dan 1/3 voor de banken zou komen, en je betrekt het sommetje op de afkoopdeal zelf, we weten dat het 2 miljard euro was, en u zegt op dat ogenblik was de negatieve marktwaarde ongeveer 2,4 miljard. Dan zou je, als je dat sommetje simpel vertaalt, kunnen zeggen, als de banken 1/3 hadden moeten lappen, dan was het 800 miljoen. Ja, op dat moment haal je dat niet, dat klopt. Dus dat was toch puur afhankelijk van de rentestand, CQ, de marktwaarde op dat moment. Ja, en dat wat ik ook al aangaf. Hij ging met honderden miljoenen per dag op en neer. Dus stel dat het moment zo gekozen was dat je 's morgens dacht dat het 1/3, 1/3, 1/3 was en in de loop van de dag heb je hem vastgezet en is het een paar honderd miljoen lager, dan heeft het toch weer geschoven. En zeg maar de 2 miljard was zeg maar een hard bedrag, maar de marktwaarde bewoog. En dat maakt het heel moeilijk om deze deal te beoordelen. Hoe cruciaal was nou het vestigen van hypotheekrecht door het WSW op al het vastgoed van Vestia om deze deal erdoor te krijgen? De hypotheken waren het ultieme drukmiddel om de banken het gevoel te geven in ieder geval dat ze met lege handen zouden staan
als het tot een faillissement zou komen. Dat was wel cruciaal. Voor het openbreken. Ja, het was een vrij stevige onderhandelingsinzet. Achteraf denk ik dat het goed is dat ze niet onze nieren geproefd hebben. Goed, meneer Wilders, ik schors de vergadering 10 minuten en dan gaan we daarna nog even door. Dank u wel.
Ik verzoek de gevierde getuigen weer binnen te leiden. Zo, meneer Willis, ik heropen de vergadering. Wij gaan door met het openbaar verhoor. We hebben nog wat vragen aan u, ook meer in algemene zin over de financiering van de coöperatiesector. Wat we zien als commissie, meneer Willis, is dat er twee banken actief zijn als sectorbank. Namelijk de Bank Nederlandse Gemeenten, BNG, en de Nederlandse Waterschapsbank, de NWB. Die hebben alle twee, zoals dat zo mooi heet, een AAA-rating en relatief lage kosten die daarmee samenhangen. Het zijn dus financieel solide, gezonde banken waar overheden ook nog achter zitten. Is het mogelijk om voor corporaties om nog goedkoper te lenen dan bij die sectorbanken? Ik denk het wel. En dat zit in de garantie die er op het WSW-papier is. Althans, op de leningen die onder WSW-garantie uitgegeven worden. Een belegger heeft een voorkeur voor staatsgegarandeerd papier. Dat is ook heel populair van de Nederlandse staat, las ik van de week in de krant. En op het moment dat ze geld lenen aan iemand die heel gegoed is, want begrijp me niet verkeerd, de Nederlandse BNG en de Nederlandse Waterschapsbank zijn hele goede banken om aan te lenen, dan leen je altijd nog net iets liever onder garantie van de Nederlandse staat. Bij welke partijen zou je dan uitkomen? Wereldwijd zijn er ongeveer 800 grote beleggers die op iedere lijst staan van de banken. En dat zijn partijen als verzekeraars, banken in het buitenland, sovereign wealth funds. Wat dichter bij huis, zijn er ook opties? Sorry? Wat dichter bij huis, Nederland misschien nog? Ja, pensioenfondsen. Pensioenfondsen. Ja. Kunt u een inschatting geven hoeveel basispunten dat nog zou kunnen opleveren? Basispunten is een vertaling van een nog lagere rente. Nou, de laatste cijfers die ik had over de kosten van de financiering van de woningcorporaties over bovenstaat, dus zeg maar hoeveel ze meer betalen dan de staat, daar lag het laatste cijfer op ongeveer 76 basispunten gemiddeld. Dat betekent de grote woningcorporatie iets goedkoper, de kleine woningcorporatie misschien iets duurder. Er is geen direct vergelijkbaar materiaal om te zeggen op dit moment voor die hele lange gegarandeerde leningen wat precies de prijs zou zijn. Maar als we als richtlijn nemen de onderhandse kapitaalmarkt zoals die bestond voordat de euro kwam, dan mag dat niet meer dan 20 basispunten zijn. Dus grofweg maximaal een 50 basispunten die daar mee te besparen valt. 50. Dat klinkt vrij fors aan de financiële termen, toch nog. En dat gaat met name om de leningen aan de hele lange kant, heb ik het dan over. Ja, dus precies, met lange looptijd. Het voordeel van kredietwaardigheid wordt groter naarmate de leningen langer worden. Ja. En u zei net, een van de grote triggers is dan zolang er maar borging is door het WSW. Ja, en dat betekent dus de facto borging door de staat. Vanwege die achtervangpositie. Ja. Want WSW zelf, het waarborgfonds waar je nu zelf werkt, heeft ook die AAA-rating. Nee, maar niet zonder staat erachter. Mm-hmm. Nee, maar goed, omdat het de facto zo is. Ja. Het is wel zo, hè? Ja. Goed. We hebben onlangs ook gezien dat een van die wereldwijd bekende
ratingbureaus, Moody's in dit geval, die heeft zich uitgelaten over de relatie van grootte van cashstromen tot het Warburgfonds, et cetera. Onze vraag die daaruit voortvloeit is, kan een coöperatie nou in uw beleving ook te groot worden voor sectorbanken en dus ook voor het WSW? Als je bijvoorbeeld kijkt naar cashstromen bij Vestia en Eimeren, die toch fors zijn, en gezamenlijk wel eens boven financiële stromen van het WSW uit kunnen komen. Zou dat kunnen, dat ze te groot zijn en daardoor te veel risico opleveren voor de sectorbanken? Nou, laat ik me allereerst richten op het risico voor het WSW. Het WSW heeft een hoeveelheid risicokapitaal. Dus mocht het aangesproken worden, dan is er een hoeveelheid kapitaal beschikbaar. En die hoeveelheid kapitaal die moet het risico van de woningcorporaties opvangen. En dat betekent dat het WSW ook in het najaar van verleden jaar, of begin dit jaar, najaar verleden jaar, een maximale omvang van een technisch woord, de exposure, op een woningcorporatie heeft bepaald. Met andere woorden, het WSW wilde niet meer dan een bepaald bedrag aan garanties uit hebben staan op één individuele woningcorporatie. En dat limiteert de omvang van de woningcorporatie. Hoe controleert het WSW zijn eigen limiet, plafondgrens? De limiet komt voort uit een onderzoek en een inschatting die het WSW daarna gedaan heeft naar het concentratierisico in dit geval. Het is overigens niet de enige risicomaatstaaf die het WSW gebruikt om te kijken of er voldoende eigen vermogen is. En de controleerbaarheid van de limiet is niet heel erg moeilijk, want het is gewoon een bedrag. Als je nou kijkt naar hele grote corporaties en er vinden fusies en zo plaats, waardoor de corporaties nog groter worden, krijg je nog grotere kasstromen en wellicht nog grotere risico's. Kijk ook naar derivaten. Je hebt twee sectorbanken, niet bijster veel. En je hebt het WSW erachter dat de zaak borgt. Mm-hmm. Dus hoe bouw je dan in dat een coöperatie niet te groot kan worden om dat risico nog te behappen, dat niet de hele zaak omklapt en je als WSW daar echt rekening mee moet houden, we moeten onze reserves aanspreken. Omdat dat zijn twee verschillende dingen. De woningcoöperatie zou verder kunnen groeien op het moment dat de commerciële leningen aangetrokken worden. Dat is namelijk een risico van een andere bank. Maar zonder borging? Dan moet dat zonder borging, want de borg heeft een maximale omvang van de hoeveelheid leningen vastgesteld. En dat betekent dat daar gewoon niet bovenuit gekomen kan worden. Ja, u zei het zijn twee dingen, dus commercieel. En wat is het volgende? Nou, het tweede was, zeg maar, het eerste is dat de rem op de groei is omdat er niet meer geborgde leningen komen. Juist. En het tweede is, dat garandeert niet dat de woningcorporatie niet groter kan worden, omdat met commerciële leningen, dus met het risico voor een andere partij, zouden ze verder kunnen groeien. Vestia was erg groot, 90.000 verhuurde eenheden, huizen die ze verhuren. We hebben mensen dat hier ook voor de camera een systeemcoöperatie horen noemen. We kennen het begrip systeembank, too big to fail. Dan gaat het hele systeem looprisico om in te klappen als zo'n systeembank omvalt. Dat zou dus ook bij coöperaties kunnen gelden. Was dat naar uw mening ook zo dat Vestia een systeemcoöperatie was die eigenlijk te groot was om failliet te laten gaan? Er was bij Vestia is het heel, ik denk dat het systeem het gewoon heeft laten zien dat het opgevangen heeft en daarmee kan je zeggen, het was niet een systeemcorporatie die te groot was voor het systeem. Het is opgelost binnen het systeem, dus dat is één. Er zijn wel momenten geweest waarbij de onzekerheid over de omvang van de verliezen en als die verliezen door zouden slaan naar het WSW en het WSW dat geld op zou moeten halen in de sector via het obligo, of dat niet de vraag zou zijn of dat tot een sneeuwbal had geleid en uiteindelijk dus de liquiditeitsvraag terechtgekomen was bij het Rijk. En in dat geval had
Vestia te groot geweest voor het stelsel. En in die zin wordt wel gesproken over een systeemcorporatie. Het systeem heeft laten zien dat het Vestia aankon. En dat klinkt wat cru, met name naar de huurder toe, maar het systeem heeft het op kunnen vangen. Absoluut, hè. De huurders, dat is iedere keer de discussie. Hè. De belastingbetaler in zijn algemeenheid draait dat er niet voor op, omdat de achtervang niet intreedt. Maar de huurders zelf wel, al is het alleen maar via saneringsheffingen van het Centraal Fonds, die neerslaan bij andere corporaties en dus bij andere huurders. Maar we hebben hier denk ik twee dingen, namelijk het zekerheidssysteem zoals het in het stelsel zit. We zien daar vier trappen. Eerst de coöperatie zelf moet het oplossen. Als dat niet kan, komt het Centraal Fonds met een sanering. Wordt het afgewenteld op andere coöperaties via een saneringsheffing. Als dat nog niet voldoende is, kom je bij het eigen vermogen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. En is dat platzak, dan komt de achtervang van Rijk en gemeenten. Die viertrapsraket, waarvan de trappen van WSW en achtervang nog nooit zijn geëffectueerd, voor zover onze commissie weet. Betekent dus dat u zegt, het stelsel werkt. Ergens in die trappen vang je het gewoon op. Maar je hebt natuurlijk ook, als je toespitst op de discussie van een mogelijk faillissement, en dat koppelt aan het begrip systeemcoöperatie, dan was de vraag van onze commissie, is zo'n club als Vestia, en we zien dat andere coöperaties inmiddels ook erg groot zijn geworden, is dat nou een blokkade om zo'n club failliet te kunnen laten gaan? Het maximale, de maximale omvang van de leningen die het WSW wil borgen, is erop gebaseerd. Die berekening is erop gebaseerd dat de woningcorporatie failliet gaat en het onderpand uitgewonnen moet worden. Oftewel, de woningen verkocht moeten worden om de lening af te lossen. In die zin is dus de woningcorporatie die onder de maximale limiet valt van het WSW geen financieel probleem om op te vangen. Er kunnen wel allerlei andere problemen ontstaan van meer volkshuisvestelijke aard. Ja, want we hebben hier ook verschillende getuigen gehad, Van Dam, Van de Post. En die zeiden allemaal, corporaties mogen sowieso niet failliet gaan. Geldt dat in uw opvatting nog steeds zo als heersende opvatting? Nou, dat is mijn opvatting niet. Ik denk dat er een heel wel overwogen afweging gemaakt moet worden of uiteindelijk een woningcorporatie, of je die ook uiteindelijk failliet laat gaan. Maar de kans dat die failliet gaat, moet bestaan. Als die niet bestaat, is dat een vrijbrief om van alles aan woningcorporaties te verkopen. Want ik heb namelijk achteraf altijd de garantie dat ik mijn geld terugkrijg. En of dat nou een derivaat, een PPS-constructie, een lease-constructie of wat dan ook is, er moet een prikkel zijn die ervoor zorgt dat degene die contracten sluit met de woningcorporatie niet zonder risico is. Hoe bouwen we dat nu het beste in het stelsel? Dat is in de novelle ingebouwd. De novelle nieuwe wetgeving die er nu ligt, die naar de Kamer gestuurd is. Ja. Daarin is aangegeven dat niet het hoofddoel is om de juridische entiteit, de woningcorporatie, te saneren of redden, hoe we dat ook willen noemen hier, maar dat de dienst van algemeen economisch belang centraal staat. In sociale verhuur van woningen. Ja. Goed, ik ga met u nog een stapje terug naar het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Die hebben in het verleden zich ook bezighouden met het ontwikkelen van een zogenaamd EMTN-programma. Dat staat voor European Medium Term Notes. En het ging eigenlijk over schuldpapier dat coöperaties zelf op de markt zouden kunnen zetten, even kort samengevat. Dus een andere manier van financieren. De heren van de Post, Van Dam en Boot hebben allemaal daar dingen over gezegd tijdens de openbare verhoren. Wat vindt u zelf van die ambities die destijds op die manier door het Waarborgfonds werden vormgegeven? Het is een goede ambitie om met standaard leningen die internationaal verhandeld kunnen worden en gekocht kunnen worden, te proberen om de financieringskosten van woningcorporaties verder te verlagen. Het is ook belangrijk vanuit een risicodiversificatie, zonder daar tekort te doen aan de twee
sectorbanken is de basis toch ook wel wat smal. Met name gelet op de hele lange horizon die ook de leningen aan woningcorporaties hebben. We weten gewoon niet wat er over 10 of 15 jaar gebeurt. Dus diversificatie, spreiding is beter. Dus op zich denk ik dat ze een goed en nobel streven hadden. Het heeft alleen nooit de eindstreep gehaald. Kunt u, ja, daar hebben we uitgebreid over gesproken. Kunt u wat zeggen over de kosten-batenverhouding van het ontwikkelen van zo'n nieuw programma van financiering? Zijn die kosten in verhouding tot wat het daarna oplevert aan voordeel? Nou, een deel van de kosten bestaan uit kosten die gewoon gemaakt worden in de organisatie zelf. Dus beschouw ik als sunk, worden toch gemaakt. De salarissen van de mensen bij het WSW worden toch betaald. Dat geldt hetzelfde voor de ambtenaren die ermee bezig zijn. Als je kijkt naar de kosten die gemaakt worden bij de juristen om dit in elkaar te zetten, dan denk ik dat die in een veelvoud terugverdiend kunnen worden op hele korte termijn. Ik maak mijzelf sterk dat als... Nee, het hoofdrekenen ga ik me nu niet aan wagen, want dan doe ik het misschien verkeerd. Maar als je één lening van 100 of 200 miljoen uit zou geven, dan heb je al meer bespaard dan de kosten van de advocaten die je nodig hebt om het op te zetten. Duidelijk. Als we kijken naar het Waarborgfonds zelf, borgingsinstituut voor de sector, zou dat nu zelf ook als bank kunnen opereren? Dat kan. Betekent alleen dat, zeg maar, als het als bank zou opereren met een bankvergunning, dan betekent dat ook dat het aan de eisen moet voldoen van een bank, zoals onder de normen die daar tegenwoordig aan gesteld worden. En ik zou niet op dit moment durven zeggen dat dat goedkoper is dan het woningcorporaties onder een liquide programma rechtstreeks op de kapitaalmarkt te laten lenen. En dat heeft ermee te maken dat er toch wel vrij stevige eisen gesteld worden aan banken en eigen vermogen, wat ook allemaal geld kost. Als ik u nu op de mannen vraag van wat zou het belangrijkste voordeel zijn tegenover het belangrijkste nadeel van WSW dat zelf als bank zou optreden? Dat betekent de facto gewoon een centrale treasury voor de woningcorporaties. Even of dat het WSW is of dat de BNG of een ander is. Heeft als voordeel dat ingewikkelde producten per definitie niet meer voorkomen. Want als er een probleem is, moet je ze zelf oplossen. Dus dat schiet niet op. En door de financieringsbehoeften centraal te regelen, kunnen financieringsvoordelen behaald worden op een nog veel makkelijkere manier. In de grootorde die ik net vertelde, op een nog een veel makkelijkere manier dan dat als de woningcorporaties dat zelf zouden moeten doen. En dan koort het grootste nadeel? Je zegt net al iets over voldoen aan DNB, et cetera. Wat ik als grootste nadeel zou zien, is A, het WSW heeft geen ervaring met het aantrekken van liquiditeit. Het is geen bank op dit moment. Het is een kredietbeoordelaar. Dus dat is één. En ik zou ook heel voorzichtig zijn met de gevolgen die dit zou kunnen hebben voor de sectorbanken. Die zouden daar wel eens nadeel van kunnen... Die kunnen daar nadeel van ondervinden. Goed, even nog wil ik met u naar de rijkwijde van de taak van het Waarborgfonds. We hebben hier verschillende getuigen gehad in het openbaar verhoor die daar toch ook wel verschillend over verklaringen aflegden. Als je kijkt naar de rijkwijde van het WSW, hoe ver strekt die nu? Want de borg wordt gegeven als bepaalde voorwaarden als aan wordt voldaan. En het WSW wil, neem ik aan, weten wat er met het geld gebeurt. Wat betekent dat nu voor de rijkwijde? Heeft het WSW nu ook een rol materieel in het financiële toezicht op corporaties? Feitelijk
Ik heb de discussie hierover gehoord. Feitelijk zit er een grote overlap tussen de werkzaamheden die een kredietbeoordelaar, kredietverzekeraar doet en het bedrijfseconomisch toezicht op een woningcorporatie. Dus daar zit gewoon een grote overlap tussen. Het kan zijn dat vanuit toezicht bezien er een bredere, bedrijfseconomisch ook een bredere aandachtsgebied is dan dat het is vanuit de kredietverzekeraar, vanuit de onderlinge verzekeraar die het WSW is, omdat die primair kijkt of het geld terugkomt zodat de lening afgelost wordt en de borg geen aanspraak is op de borg. Maar er zit een grote overlap in de werkzaamheden. Dat is waarom wij ook eerder gepleit hebben voor meer gebruik maken van het WSW in het bedrijfseconomisch toezicht. En wij hebben daarin ondersteund het idee van toezicht met byte. Namelijk dat er een toezichthouder is die via het WSW een groot deel van de toezichtstaken, een groot deel van het toezicht uitoefent. Het heeft een aantal voordelen. Niet twee organisaties die zich bezighouden met elkaar in plaats van met het risico. De administratieve lasten zijn lager voor de woningcorporaties. En ik denk, bezien vanuit het Rijk, dat op deze manier ook goed inhoud gegeven kan worden aan de verantwoordelijkheid vanuit de achtervang. Mm-hmm. Als je nu kijkt naar de feitelijke situatie nu, is het Waardefonds Sociale Woningbouw de facto nu ook al een toezichthouder? De facto worden dezelfde werkzaamheden verricht. Duidelijk. Ik ga naar collega Groot. Dank u wel. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had ook nog een aantal algemene vragen. Ook nog een aantal vragen over de werkzaamheden van het Waarborgfonds. Ja, nog even de vraag terug. Wat is nou de meerwaarde van het Waarborgfonds? Is dat alleen het financieren tegen financieel gunstige condities? Ja, de bedoeling is om... De doelstelling van het WSW is om woningcorporaties gegeven een bepaald risico zo goedkoop mogelijk te laten financieren. Kun je dat ook op een kan dat alleen via de constructie zoals die nu bestaat, of kan dat ook op een andere manier worden vormgegeven? Zou je dat ook anders kunnen doen? Dat kan anders. Ik ben nogal een fan van het systeem wat zo mooi getrapt in elkaar zit. Ik denk dat ze heel goed nagedacht hebben in de jaren 90 om te zorgen dat iedereen een stukje risico kreeg oplopend, zodat de prikkels redelijk goed stonden. Misschien één verkeerde prikkel, de saneringstaak die bij het Centraal Fonds zat, die leidde ertoe dat als het Waarborgfonds een probleem had, dat opgelost moest worden door het Centraal Fonds. Dat leidt natuurlijk altijd tot een beetje wrijving. Maar veel belangrijker, het WSW miste een prikkel om zelf zeg maar, de pijn te dragen als het verkeerd ging. Ook dat is nu de mogelijkheid in de novelle geschapen dat de minister dat die werkzaamheden uitbesteedt de facto aan. Komen we zo nog even over de. Het Waarborgfonds. Komen we zo nog even over de novelle en de prikkels. Wat is nu, u zit nu een tijdje bij het Waarborgfonds. Kunt u iets zeggen over over de financiële positie van woningcorporaties? Hoe staan ze ervoor? Wat wij zien in onze laatste trendanalyse is dat de woningcorporaties de investeringen de komende jaren teruggebracht hebben met een significant bedrag. Als wij kijken naar de cashflowstromen, dus gewoon het in- en uitgaande geld in de woningcorporaties, dan heb ik niet de indruk dat ze rijk zijn. Het geld zit in de bakstenen. Dus als
die op marktwaarde gaat waarderen, lijken ze heel rijk. Op het moment dat we kijken hoeveel geld houden ze de facto over om te kunnen investeren, dan houdt dat niet over. Geld zit in bakstenen, maar je kunt het natuurlijk altijd lenen via het waarborgfonds. Dus. Er is een einde aan de hoeveelheid die je kan lenen ten opzichte van de assets, het vastgoed, ten opzichte van het vastgoed. Want hoe meer je leent, hoe gevaarlijker het wordt. Dat is één. En het moet terugbetaald worden uit de cashflowstromen. En als die cashflowstromen niet overhouden, dan wordt hoe meer je leent het ook steeds onzekerder of de lening afgelost zal gaan worden. Dus met goede reden is er ook een maximum gezet aan de hoeveelheid leningen die een woningcorporatie ten opzichte van zijn bezit mag lenen. Die normen lijken conservatief, maar het WSW heeft ook hele grote, in de sector zijn er hele grote geconcentreerde risico's. Als wij de waswaarde thuis krijgen van ons huis en we verkopen één huis in de straat, dan krijgen we misschien wel iets wat lijkt op een waswaarde. Op het moment dat een woningcorporatie een halve stad bezit en dat moet verkocht worden, omdat het tot een probleem leidt bij een woningcorporatie, tot een faillissement zou leiden, dan krijg je er niet zoveel voor terug. Mm-hmm. En daarom kunnen ook niet dezelfde verhoudingen, schuld, laat ik het zo zeggen, daar moet voorzichtig omgegaan worden met de hoeveelheid schuld ten opzichte van de hoeveelheid bezit. Men zegt u nu ook in feite dat de woningcorporaties hun investeringen hebben teruggeschroefd, dat noodzakelijk is gezien hun financiële positie. Ja. Dat er niet veel meer bedrijfseconomisch gezien de rek even uit is. Ik zeg dat ze lijken rijk, maar zijn niet zo rijk. Ja, helder. Ik wil het nog even hebben over de taken van het Waarborgfonds. Woningcorporaties die trekken geborgde leningen aan. Ze doen soms ook andere activiteiten, commerciële activiteiten. Ja, en daarvoor moeten ze ongeborgd lenen. Mm-hmm. Ligt hier ook nog een taak voor het Waarborgfonds om als intermediair op te treden? Nou, de taak van het Waarborgfonds is het in de gaten houden van het risico op commerciële leningen. Ook in de woningcorporatie, dus in de TI. Dat heeft ermee te maken dat de commerciële lening gegeven wordt aan dezelfde entiteit waar dus zeg maar de sociale huisvesting in zit en dus ook een risico oplevert voor de sociale huisvesting. Wij moeten dat dus in de gaten houden en vanuit dien hoogte moeten wij kijken naar de omvang, maar moeten wij ook kijken naar wat voor soort contracten daar uiteindelijk gesloten worden. Want je wil ook daar niet met op eisbaarheid geconfronteerd worden. Ja, wat u hoort hier tussendoor is dat ik eigenlijk helemaal geen fan ben van financiering door private partijen in een woningcorporatie. Dus ook niet voor het niet-DAAP-deel? Het is prima als ze een niet-DAAP-deel zouden hebben. Even het onderscheid maken tussen de commerciële activiteiten. Die horen in een dochteronderneming die geen verbindingen heeft met de moeder, de woningcorporatie, in ons visie. En dat betekent dus dat hoe ze zich financieren, moeten ze zelf weten. Dat zijn gewoon ondernemingen. En wij zullen in de gaten houden dat die onderneming en het verlies van het geld in die onderneming, al wat er kan ontstaan, geen probleem op kan leveren voor de moeder. Ja, want hier had ik ook nog een vraag over van dit raakt aan de scheiding, of je een administratieve of dan wel een juridische scheiding moet aanbrengen binnen woningcorporaties. Inderdaad, als je een juridische scheiding hebt voor commerciële activiteiten, dan is het heel helder. Want dan breng je wat kapitaal in een dochter. Die trekt de commerciële lening aan, ongeborgd. Nou, en als die BV, als die verbinding dan vervolgens failliet gaat, nou, dan gaat die failliet, heeft de
woningcorporatie daar geen last meer van. Klopt. Maar hoe zit dat nou met een administratieve scheiding? Laat ik daar het onderscheid maken tussen, zeg maar, de goedkopere huur en de duurdere huur. En de duurdere huur wordt ook genoemd het niet-daapgedeelte. En daarop moet de scheiding plaatsvinden. Laten we geen discussie hebben over het commerciële gedeelte. Want daar heb ik net van gezegd, dat kan wat ons betreft uitgezonderd worden volledig en geen verbindingen met de moedermaatschappij. En het is zelfs de vraag, dat is mijn persoonlijke mening, niet van het WSW, snap ik niet waarom die activiteiten ontplooid moeten worden door een woningcorporatie, want daar hadden we een markt voor. Op het moment dat de duurdere huur in de woningcorporatie zit, zoals die onder de doelstelling en borgbaar ontwikkeld is in het verleden, zien wij dat commerciële leningen daar een risico voor op gaan leveren. Vinden wij het belangrijk dat er ook een deel duurdere huur in de woningcorporatie zit? Ja. Waarom? Omdat als je portefeuillestrategie gaat ontwikkelen, daar onzekerheden in zitten. En het kan zijn dat de omgeving zich anders ontwikkelt dan voorzien in de portefeuillestrategie. En je bouwt niet zomaar bij. Dus een stukje overloop is prettig. Ook vanuit risico vinden wij het prettig dat een deel duurdere huur in de woningcorporatie blijft, omdat het betere cashflowstromen oplevert en daarmee minder risico. Ja. Maar dat is heel erg geredeneerd vanuit het risico van een waarborgmaatschappij. Ja. Nee, maar het gaat er mij om de administratieve scheiding. Of dat nou een beperking van de risico's oplevert. Wij hebben gezien dat als woningcorporaties nevenactiviteiten hebben, die voor een deel met ongeborgde leningen zijn gefinancierd, als zo'n woningcorporatie in problemen komt, wordt die uiteindelijk wordt die weer gered door het Centraal Fonds, dan wel het Waarborgfonds. Dus wat heeft die administratieve scheiding dan nog voor zin uiteindelijk? De administratieve scheiding is gewoon een toerekening binnen de organisatie. Het is een boekhoudkundige exercitie. Dus qua risico's verandert dat op zich niets. Waar het wel een effect in heeft in onze ogen, is dat door die activiteiten te scheiden, door daar aparte administraties voor te hanteren, er een betere investeringsafweging gaat komen. Aan de ene kant hebben we de goedkope huur, waar een veel lager rendement op zou moeten zitten en ook op zit, dan op de duurdere huur. En dat betekent dus dat het transparanter wordt door het toe te rekenen. Maar er zit geen voordeel in risico voor de hele TI. Ja. Behalve dan de betere investeringsbeslissing. Dus het levert geen extra bescherming op? Nee. Nou, dat is helder. Nog even een vraag over de aflossingsfictie van 2% die wordt gehanteerd. Een woningcorporatie moet elk jaar 2% worden geacht af te lossen op een leningen. Waarom eigenlijk? Dat is omdat niet verondersteld mag worden dat de woningcorporatie in zijn huidige vorm een continu bedrijf is. Stel een woningcorporatie zit in een krimpgebied. Dan moet er de woningportefeuille, de portefeuillestrategie, het vastgoed moet aangepast worden aan ontwikkelingen in de toekomst. En het zijn allemaal hele langjarige investeringen. Dan moet er ook ruimte zijn als er krimp nodig is om te kunnen krimpen en af te lossen. Anders ontstaat er een solvabiliteitsprobleem. Het kan ook zijn, en dat is meer een bedrijfseconomisch argument, dat er redenen zijn om delen te verkopen of om een deel af te splitsen.
Ook daar moet rekening mee gehouden worden en daar speelt ook zo'n fictie speelt daar een rol in. Want de leningen moeten dan afgelost worden. Ik begrijp dan dus dat, want traditioneel was dat een woning afgeschreven werd in 50 jaar. Dat ja. na 50 jaar zo'n woning werd geacht niet meer te bestaan. Maar dat is eigenlijk een beetje naar de achtergrond. Nou ja, je moet dan vervolgens, als je dus geconstateerd hebt dat je enige flexibiliteit nodig hebt in de aflossing. En dus niet vanuit mag gaan dat het wereld maar altijd zo verder gaat als vandaag. Dan moet ergens een keuze gemaakt worden over de mate van flexibiliteit en de looptijd in dit geval die je daar dan voor hanteert. En daar is 50 jaar voor gekozen. Maar we weten dat woningen langer dan 50 jaar bestaan. Als 50 jaar zou bestaan, dan zouden elk jaar 50.000 woningen gesloopt moeten worden door de woningcorporaties. Nou ja, dat is niet het geval. 2% van 2,5 miljoen woningen. Ik kom zelf uit Amsterdam en dan denk je van al die wetten gaan niet op. Want een grachtenpand waarin niet geïnvesteerd is in de loop der tijd en niet opnieuw geïnvesteerd is en verwaarloosd, dat krijgt nog steeds de hoofdprijs. Er zijn ook wijken uit de jaren 60 die al plat gegaan zijn en opnieuw geïnvesteerd moesten worden, waarbij het wel verstandig was om te investeren. Ergens moet je een algemene norm hebben over de afschrijving om rekening te houden met de flexibiliteit. En op het lokale niveau, het niveau van de woningcorporatie, vragen wij ze om de strategie aan hun specifieke situatie aan te passen. En te laten zien welke cashflows ze daarvoor nodig hebben. Dus die 2% is een gemiddelde, maar dat was een gemiddelde. Per woningcorporatie kan dat verschillen. Wij hanteren inmiddels een vijftal ratio's, waarvan de 2% geen deel meer uitmaakt. We hebben een nieuw risicokader gepresenteerd aan de minister verleden jaar en gevraagd of dat een goede invulling gaf aan de afspraken die we gemaakt hebben. En dat betekende dus dat we nu met 5 ratio's werken en 1 daarvan, 2 daarvan zijn op cashflow gebaseerd, op de cashflowstromen. 1 is gebaseerd op de contante waarde van de cashflowstromen ten opzichte van de leningen, de solvabiliteit en we hebben er nog 1 grens ten opzichte van de marktwaarde staan. De woningcorporaties die kunnen gebruik maken van een faciliteringsvolume. En dat is eerder ook in de VOE aan de orde gekomen dat het dan wel van belang is dat het Waarborgfonds zicht heeft waarvoor dat faciliteringsvolume wordt ingezet, hoe die gelden besteed worden. En we hebben eerder gezien dat dat soms in een richting gaat waarvan het Waarborgfonds niet op de hoogte was. Bijvoorbeeld dat de derivaten mee werden betaald. Is er inmiddels wel beter zicht op hoe woningcorporaties hun middelen besteden? Ja, we hebben een bestedingscontrole, die is ex ante. Dat wil zeggen, als de planning bij ons binnenkomt, dan wordt verklaard waar de lening die onder borg aangetrokken wordt, aan besteed gaat worden. En bij de verantwoording, waar wij ook informatie over krijgen, op cashflowbasis, kunnen wij controleren of het daar ook aan uitgegeven is. Dat betekent dat in een periode van grofweg een jaar, van het plan tot aan de realisatiecijfers, de jaarlijkse cyclus, wij kunnen zien dat het geld besteed is aan de borgbare bestedingsdoelen. Ja, want in het verleden werd er gekeken naar de jaarverslagen, die met grote vertraging beschikbaar kwamen. Hier zit ook een vertraging van een jaar in. Dat is de kortste periode die nu beschikbaar is. En dat betekent dat in de tussentijd, als iemand vandaag de mogelijkheid krijgt om een lening onder borging aan te trekken, maar vandaag is dan juli, lening onder borging aan te krijgen, dan komt de verantwoordingsinformatie pas volgend jaar zomer binnen. In die tussentijd wordt de woningcorporatie niet geacht dat te gebruiken voor iets anders dan de besteedbare doelen, maar het kan altijd. En wat is dan de sanctie als een woningcorporatie zich? Nou, de sanctie is dat in mindering wordt gebracht op de mogelijkheid voor de nieuwe investeringen of de nieuwe investeringen die de woningcorporatie van plan is om te doen.
Dus dat betekent dat we dan gewoon zeggen, we hebben u al geld gegeven voor de investering die u vandaag de dag wil doen. En dat betekent dat daarop gestuurd gaat worden. Ja. Oké, ik heb nog wat vragen over uw positie bij het Waarborgfonds. Ja. Ja, en de eerste vraag is, hoe bent u bij het Waarborgfonds gekomen? Want het is nogal een opmerkelijke overstap, hè? Als van agent van Financiën naar het Waarborgfonds. Hoe is dat gegaan? Ik werd gebeld door de headhunter of ik belangstelling zou hebben voor een gesprek. Dat is niet via een verzoek vanuit het ministerie van ga eens bij het Waarborgfonds orde op zaken stellen. Nee, ik kreeg de indruk dat het ministerie het zelfs jammer vond dat ik wegging. U was aan iets anders toe? Ik was aan iets anders toe. Toen u binnenkwam bij het Waarborgfonds, ja, wat trof u eraan? De eerste indruk zijn altijd het belangrijkste, is mij altijd verteld. Een organisatie met een enorme drang om het risicomanagement verder te professionaliseren. En de cultuur bij de organisatie? De cultuur in de organisatie laat ik zeggen wat ik miste bij binnenkomst. Dat is het aanspreken van mensen op gedrag en het duidelijk maken en daar ook voor opkomen en daar ook voor staan als je ziet dat iets niet goed gaat en dan ook zorgen dat dat gaat veranderen. We hebben natuurlijk bij in de verhoor is gebleken dat het Waarborgfonds behoorlijk op de proef is gesteld. Er zijn behoorlijk wat dingen misgegaan. Er zijn mensen weggegaan. Ja, kwam u wat dat betreft nog met een bepaalde opdracht binnen de organisatie? Met de Raad van Commissarissen heb ik 3 dingen besproken. Het allereerste was te kijken of we de eerste pijler is om te kijken of ik behulpzaam zou kunnen zijn en zou kunnen beïnvloeden om de novelle werkzaam te houden voor het WSW. Want daar was hoe meer regels er komen, hoe meer kans dat je erover struikelt. Deel 2 was dat van het WSW een mooie onderlinge waarborgmaatschappij gemaakt moest worden. Dus een slag in het risicomanagement en ook een slag in de cultuur. Overigens had mijn collega dit allemaal al ingezet, dus stapte ik op een rijdende trein. En de derde opdracht die ik misschien wat meer voor mezelf geformuleerd had, was dat ik dacht dat ik als agent toch een bijdrage zou moeten kunnen leveren aan de goedkopere financiering voor de woningcorporaties. U zegt een slag in het risicomanagement. Dat was blijkbaar nodig. Ja, de belangrijkste verandering die plaatsgevonden had en waarvan zeg maar het kader wat vastgesteld moest worden, eigenlijk, ik denk ik dat er lag binnen 14 dagen dat ik binnenkwam. Dus dat was al heel ver in ontwikkeling. De belangrijkste slag die daar geleverd is dat slag die gemaakt is dat er worden meer ratio's gebruikt. Dus meer criteria gebruikt om te bekijken of een woningcorporatie nu solvabel is en ook in de toekomst solvabel zal zijn. Solvabel en liquide. Mm-hmm. Uit die meer ratio's, die overigens wereldwijd gebruikt worden, zoals de heer Boot hier ook aangegeven heeft, komen allerlei signalen en daar kunnen we wat mee. Daarmee spelen we dichter op de bal. Maar dat is maar 1 deel van het verhaal. Het werken niet alleen met ratio's, want je moet ook goed begrijpen hoe de strategie van de woningcorporatie in de context van waar de woningcorporatie opereert gaat leiden tot lange termijn solvabiliteit. Dus wat wij aan ze vragen hebben, naast de financiële ratio's hebben we nu 24 business risk vragen. En daarin vragen we in feite, wat is uw portefeuillestrategie? Welke financieringsstrategie heeft u daarbij?
Aan welke knoppen gaat u draaien als de wereld niet zo wordt als u verwacht had? En daarmee proberen we een inschatting te maken van het kredietrisico naar de toekomst. Ja, het is nog een hele slag gemaakt in het risicomanagement. De heer Boot, dat noemde hem ook al. Die was commissaris bij het WSW. Ja, en die stelde eigenlijk van, ja, in het verleden was het Waarborgfonds heel erg gericht op het dienstverlening naar de klanten, maatwerk bieden. En er moest een slag gemaakt worden. Ja, minder maatwerk, minder dienstverlening, meer risicomanagement. Herkent u dat? Ik herken dat en dat was gaande. En is nog gaande. En dat die verschuiving, dat die hard nodig was bij het Waarborgfonds. Ja, en ik denk dat heeft ook met de tijd te maken. Als je jarenlang gewend bent dat de woningprijzen elk jaar omhoog gaan en de rentes elk jaar naar beneden en je dus elk jaar gewoon rijker wordt, dan is de focus op wat er kan gebeuren in risicovolle situaties is minder aanwezig dan heden ten dagen waarbij ze minder rijk zijn en ongelukken gebeurd zijn. Ja, en ook zeg maar, het WSW had ook ambities om een bank te worden. Ja, is dat nou verstandig? Want dan krijg je ook vervlechting met de sector, kan ik me voorstellen. Zou je daar niet afstand toch van moeten houden? Iedereen moet zeg maar wel toetsen of de acties die hij doet passen bij zijn taak. En ik vind het heel moeilijk om te zeggen van er moet niet veel contact zijn. Want als er weinig contact is, dan weet je ook niet wat er gaande is. Dus noodzakelijkerwijs moet er veel contact zijn. Je kan wel wat checks en balances inbouwen. Mm-hmm. Dat was gebeurd met de reorganisatie net voordat ik binnenkwam. Waarbij bijvoorbeeld een balans gezet wordt tussen aan de ene kant de accountmanagers die de woningcorporatie bedienen en helpen. Mm-hmm. En aan de andere kant het risicomanagement, wat verder afstaat, wat minder op pad is. En daardoor ook wat minder begaan met wat er precies bij de woningcorporatie gebeurt. Nee, je moet natuurlijk veel contact hebben, maar op het moment dat je een bank, als je een bank wilt worden, ja, dan ga je het hebben over maatwerk, dan krijg je hele intensieve klantenrelaties die misschien niet helemaal goed zijn. Ik denk niet dat de klantrelatie intensiever wordt, of je nu het kredietrisico beoordeelt of dat daar de liquiditeit bijgegeven wordt. Dus daarom kwam ik tot het vorige antwoord. Heeft het Waarborgfonds nog steeds de ambitie om een bank te worden? We hebben de ambitie om een mooie onderlinge verzekeraar te worden. Een mooie onderlinge verzekeraar, dus geen bank? Dat is geen bank. Die ambities zijn begraven? Ja, zeg nooit nooit. Ja. Maar nu niet. Maar voorlopig blijft het een borgingsinstituut. Is de privaat-echtelijke status van het Waarborgfonds, is dat de goede zaak en zou dat niet veranderd moeten worden? Of kan dit gewoon zo blijven? Ik worstel hier altijd mee, want zeg maar als bestuurder van het WSW moet ik nu gewoon altijd natuurlijk zeggen dat het hartstikke goed is om een privaat te hebben, want dat hoort bij mijn opdracht. Maar als ik heel eerlijk ben, het maakt niet uit hoe je het regelt als je het maar goed regelt. En ik vind dus dat je goed naar de prikkels in het systeem kijkt, is belangrijker of dat het privaat of niet privaat is. Tenzij je er tegenaan zou lopen dat je het dan niet goed kan regelen, maar dat heb ik niet overzien. Ik heb eerder gezegd dat het, zeg maar, het systeem zit best ingenieus in elkaar. En ik zou het verbeteren in plaats van heel ruksigloos en in een andere vorm gieten. Het systeem zit heel ingenieus in elkaar. U gaf al eerder naar de heer Van Vliet aan
ja, dat er misschien nog wel een weeffout zit in de zin dat een woningcorporatie failliet moet kunnen gaan, dat dat expliciet geëigd zou moeten worden en ook dat de saneringstaak, dat die eigenlijk beter thuis zou horen bij het Waarborgfonds dan bij het Centraal Fonds. Ja. Zeg ik dat goed? Dat klopt. Door de saneringstaak te verplaatsen wordt de pijn gevoeld op de plek waar het toezicht gefaald heeft. En dat is de belangrijkste reden waarom ik denk dat het een extra prikkel zou geven aan het WSW als daar de sanering uitgevoerd wordt. Verantwoordelijkheid heb ik het niet over, want die hoort bij de minister. Maar qua uitvoering wordt dan op die plek de pijn gevoeld. Dus dat vond ik een hele belangrijke. Daarbij haalt het een hoop bestuurlijke drukte weg in de aansluiting van informatie. We hebben hier ook wel gehoord, het maakt eigenlijk niet uit of het Waarborgfonds uitkeert of het Elffonds. In beide gevallen is het de sector die dat op moet brengen. Ja, alleen zeg dus maar... Dus je zou het ook gewoon bij het Elffonds kunnen laten? Ja, dat kan. Alleen in de aansluiting krijg je dan altijd de situatie dat degene die de kredietcontrole heeft gedaan en degene die dus al het meest op de hoogte is van de opties die er zijn, datgene die moet saneren altijd met een achterstand begint. En dus eerst een periode nodig heb om te analyseren of hij inderdaad hetzelfde probleem constateert als dat het in dit geval het Waarborgfonds geconstateerd heeft. En tijd kan soms duur zijn. Dus u zegt, saneringstaak zou beter zijn bij het Waarborgfonds, omdat ze beter geïnformeerd zijn en ook sneller, minder tijd nodig hebben om in te grijpen. En een betere prikkel. En een betere prikkel. Het is namelijk niet zo leuk om de rekening te sturen. Ja. Want het betekent de facto dat je gefaald hebt. Want nu is dat die reservepot die bij het Waarborgfonds zit, dat is eigenlijk dood kapitaal. Gegeven dat het nooit is aangesproken en dat het ook eigenlijk nooit de bedoeling is dat het aangesproken wordt. Dus, het is tot nu toe nog niet gebruikt. Ja, en als je zeker weet dat het nooit wordt gebruikt, dan kun je spreken van, ja. Het is in het hele stelsel wel nodig dat het Waarborgfonds snel genoeg over liquide middelen kan beschikken. Mocht zich een probleem voordoen, en dat zijn ook de vereisten, heel logisch, van de rating agencies. Dus laten we de hypothetische situatie nemen dat je zegt van dat is geld wat niet nodig is, dus dat kunnen we elders gebruiken. Dan moet er ergens een liquiditeitsfaciliteit voor terugkomen. Anders gaat dat ten koste van de goedkope financiering. Tot slot, als we het hebben over derivaten, wat is de stand van zaken? Wat is de stand van zaken? Nu worden er nog derivatencontracten afgesloten überhaupt in de corporatiewereld en heeft u er nu wel goed zicht op? Twee vragen. Allereerst is het mijn indruk dat er... ik heb niet gehoord dat er nog derivatencontracten afgesloten worden, nieuwe. De markt ligt helemaal stil. Dat ligt stil. Het tweede deel van de vraag is dat bij het Centraal Fonds wordt gecontroleerd of de woningcorporaties die derivaten beschikken over voldoende liquiditeit beschikken om een stresstest van 2% op continue basis, dus altijd op ieder moment, op te kunnen vangen. Dat is het geval, dus dat betekent dat het risico beheerd en beheerst wordt op dit moment, naar mijn mening, op een goede, conservatieve manier. Als er helemaal geen derivatencontracten meer worden afgesloten, dat lijkt me ook niet goed, want dan kunnen ook woningcorporaties hun gewone renterisico's niet meer indekken. Nou, je kan natuurlijk gewoon ook renterisico's managen met leningen. En dat betekent dus heel veel instellingen deden dat, vooral voordat de derivaten populair werden in deze eeuw.
vanaf het begin van deze eeuw. Dus het idee dat je je rente niet kan managen, omdat je geen derivaten kan afsluiten, dat lijkt mij een... Dat vind ik... Daar denk ik van dat dat onzin is. Dat kan gewoon gedaan worden door een goed herfinancieringsprofiel in de portefeuille te kiezen. Helemaal tot slot, dat er nu geen derivatencontracten of nauwelijks meer worden afgesloten, komt het door die nieuwe richtlijn die vanuit de overheid is uitgevaardigd, of komt het zoals de heer Savat eerder in deze verhoor heeft verklaard, ja, die clausules die bestaan nog steeds en daar willen de banken niet vanaf? Nee, ik denk dat het belangrijkste is. Kijk, de bank wil best van zijn oude contract af. Als hij dat zo grosso modo kan doen. Ik heb het over nieuwe derivatencontracten. De nieuwe derivaten. De nieuwe derivaten worden niet afgesloten, denk ik, omdat als onderdeel van de regelgeving die gemaakt is, moeten de bank en de woningcorporatie overeenkomen dat de zorgplicht geldig is. Dat is niet wettelijk geregeld, maar het is een opt-in. Dus ze worden in feite, tekent de bank dat de woningcorporatie geen professional is. Dat geeft een behoorlijke hobbel. Dus ik denk dat dat het belangrijkste element is. Verder is het zo dat in het derivatencontract, standaard derivatencontract, de rechten van de bank beperkt zijn ten opzichte van de vorige contracten. Ja. Maar ik denk niet dat dat de belangrijkste hobbel is. Ik denk dat de zorgplicht de hobbel is. Okay. Dank u, meneer Groot. Meneer Mulder heeft ook nog een vraag voor u. Ja, voorzitter, dank. Drie weken geleden hadden we hier een aantal vertegenwoordigers van het WSW. Ik heb toen hier gezegd, ik val bijna van mijn stoel met wat daar naar voren werd gebracht. Kunt u eens in drie regels vertellen waarom we nu wel vertrouwen moeten hebben in het WSW? Allereerst streven wij ernaar om open en transparant te zijn. Dat betekent dat onze risicokaders kenbaar publiceerbaar zijn. Dat wij iedereen vragen om daar commentaar op te leveren. Voor de rest nodigen wij toezicht op ons uit. Want het WSW moet niet alleen de goede dingen doen, maar ook de dingen goed doen. En wij willen dus ook dat dat gecontroleerd wordt. Dus wij vragen om vertrouwen, maar nodigen ook uit tot toezicht op ons. Goed, meneer Wilders, we zijn aan het einde van het openbaar verhoor. Kunnen we nog even zeggen wat er het nadeel zou zijn om de saneringstaak onder te brengen bij het WSW? Nadeel? Ik zie geen hele grote nadelen. Ik zie wel dat in de uitwerking daarvan heel goed nagedacht moet worden. Je kan het niet zomaar over de schutting gooien. De belangen van het ministerie en de belangen van het WSW lopen nooit 100% gelijk. En dat betekent dus dat je heel goed met elkaar moet kijken wat je afspreekt. Ieder vanuit zijn eigen taak. Wat een beetje bij de commissie blijft hangen is het punt dat het WSW met zijn eigen vermogen is tot nu toe niet aangesproken. In het verleden zijn er vraagtekens te plaatsen bij de rolinvulling van het WSW. Dus als we nu een situatie zouden krijgen dat de saneringszaak naar het WSW gaat, waarbij je tot nu toe Centraal Fonds en Vestia bijvoorbeeld moeten betalen, dat levert een beetje een wrang gevoel op. Kunt u dat? Snap ik. Voor het WSW, wij kijken naar zeg maar het eigen vermogen wat er bij het WSW ligt, is een heel klein deeltje vermogen wat er in geld ligt. En het andere is een obligo, oftewel het moet gestort worden zodra er een probleem is met de woningcorporaties. De sanering is een heffing. Dat is allemaal hetzelfde geld in dezelfde sector. Als het via de sanering opgehaald wordt, kan het niet via het obligo opgehaald worden. Het is één pot met geld. Wat ik betoog is dat door het WSW
ook het geld op te laten halen, het heel manifest wordt dat het WSW gefaald heeft als er geld in de sector opgehaald moet worden. Kan je daar nog prikkels aan toevoegen? Nou ja, dat was precies wat ik zei in de uitwerking. Zou je kunnen werken met dingen als een eigen risico of iets dergelijks? Daar kan aan gedacht worden, zodat ook het andere vermogen geraakt wordt. En zodat de prikkels nog groter worden. Dus op hoofdlijnen vind ik het een heel goed idee. En in de uitwerking moet het dan goed geregeld worden. Goed, dank u wel meneer Wils. Ik sluit de vergadering. Dank u wel. Dank u wel.